Ja, goedenavond allemaal. Hartelijk welkom. Welkom in de Bali. Welkom bij Onder Amsterdammers, tweede aflevering van een reeks gesprekken met wethouders in de stad. Met vandaag dus, u zag hem net op de achtergrond en u heeft hem vast ook al zien zitten, wethouder Rutger Groot-Wassink. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben programmamaker bij de Bali en vanavond aan mij de schone taak om u door dit programma heen te begeleiden. En ik vind het ongelooflijk fijn, het komt natuurlijk ook omdat we misschien onder Amsterdammers zijn, dat niemand last had van treinen en zo. Maar ik vind het ongelooflijk fijn dat u er allemaal bent. En eigenlijk snap ik dat ook wel, want volgens mij hebben we vanavond drie belangrijke onderwerpen die we gaan bespreken. We gaan het hebben over werk, we gaan het hebben over diversiteit, we gaan het hebben over democratisering. En de rode draad daarin is natuurlijk dat dat allemaal thema's zijn die in de portefeuille van Rutger Groot-Wassink vallen. Het is een breed ingestoken avond. Ik kan me voorstellen dat misschien iemand dacht, oh, diversiteit, daar wil ik meer over weten, democratisering. Maar eigenlijk heeft u mazzel, want u krijgt drie onderwerpen in één avond. Dus dat voordeel heeft u alvast meegepakt. En het is ook niet zo erg, want daaronder ligt denk ik een thema dat door al die onderwerpen heen speelt. Namelijk, hoe krijg je de hele stad mee? Hoe maak je met z'n allen de stad? Of dat nou is door een baan te hebben, of dat nou is door zeggenschap te krijgen over je buurt of over je straat. Of dat nou is doordat je voelt dat je als groep ook gehoord wordt in de stad. Dat ligt allemaal natuurlijk onder die vraag, hoe maak je de stad met z'n allen? We voeren dit gesprek denk ik op een belangrijk moment in een collegeperiode. Dat klinkt misschien een beetje raar, want de verkiezingen zijn geweest en het nieuwe college, nou dat is nog ver weg. Maar aan de andere kant is het altijd zo met colleges dat het eerste jaar is de plannen in de verf zetten. Het laatste jaar is een beetje de uitloopperiode naar een nieuw college. Dus dat tweede en dat derde jaar, dat zijn de jaren waarin een college zijn stempel moet drukken. En we zijn nu, nou het eerste jaar is nog niet eens voorbij, maar je kan als je een beetje afrondt naar boven zeggen dat we aan de vooravond staan van zo'n tweede jaar. En wie in ieder geval los lijkt te zijn gekomen is Rutger Groot-Wassink. Want ik was even de research aan het doen, maar voor de kerst lanceerde hij een banenplan. Hij kwam met een plan tegen arbeidsmarktdiscriminatie. De noodopvang voor ongedocumenteerden kwam er. Of de 24-uursopvang, moet het goed zeggen. Meer inspraak via referenda. U kunt misschien wel gaan stemmen over vuurwerk. Dus we zijn in die zin ook echt los met die thema's. We gaan het daar allemaal vanavond over hebben. Dat doen we op verschillende manieren. Eerst zal kort wethouder Groot-Wassink spreken over zijn jaar tot nu toe. Zijn algemene beeld. Daarna schuift Duncan Stutterheim aan, bekende Amsterdamse ondernemer. En gaan we het hebben over het banenplan van Rutger Groot-Wassink. Hoe krijgen we nou de mensen, de groep die in de bijstand zit, die geen banen heeft, weer aan het werk? Vervolgens hebben we spoken word en muziek van Jurgen Gario. En in een tweede tafel gaan we het hebben over democratisering en diversiteit met Samira Bouchypti, Jerry Afrije en Chris Albert. En ik zal hun later introduceren. U komt ook aan het woord. Aan het eind van de avond heb ik daar echt uitgebreid tijd en ruimte voor ingebouwd. Dus als u iets heeft waarvan u denkt, dat wil ik zeggen, houd het even vast en dan kom ik daar echt aan toe. We zijn wel met veel, dus verwachtingsmanagement. We gaan niet alle 110 aan het woord komen. Maar als we de vragen een beetje kort en bondig houden, kunnen we zoveel mogelijk mensen aan het woord laten. En anders hebben we, ik hoop dat u hier vaker geweest bent, altijd een hele goede derde helft aan de bar. En meestal, als het een leuke avond was, blijven sprekers ook hangen. Dus dan kunt u daar nog uw vragen stellen of uw betogen afsteken. Laten we vooral snel beginnen. De avond duurt tot ongeveer 9:45. En geef onze hoofdgast vooral een warm applaus. Rutger Groot-Wassink. Mag daar gaan zitten. Ja. Ja, welkom. Dank je. Klopt het wat ik net zei, dat dit wel, als ik kijk naar wat er allemaal loskwam de afgelopen weken, dat het een beetje voelt alsof u los aan het komen bent, alsof er eindelijk... Zullen we gewoon je tegen elkaar zeggen? Dat vind ik wel fijner. Ik ga het proberen, dat kan, okay. Dat het niet lukt, maar dan je mag mij je noemen. Oké, okay, ja. Gelukkig. Ja. Maar voelt dat ook zo, dat het nu eindelijk een beetje gaat beginnen? Er is een lange periode geweest dat er niet zoveel uitkwam natuurlijk. Nee, maar kijk, ik denk dat dat ook wel logisch is. Ik ben nu 8 maanden wethouder en... Ja, in het begin zoek je daar ook wel naar en moet je ook leren omgaan met ambtelijke organisaties en zo. En duurt dat ook gewoon even voordat je dat kunt doen. Overigens ben ik zelf, zou ik nog wel wat sneller sommige dingen willen, maar je bent ook soms afhankelijk van anderen.
En ten aanzien van die democratisering, daar hoop ik juist over een week of zo een echt wat groter plan te maken. Want dit was waar je naar verwijst over die referenda, een eerste discussienota die ik samen met de burgemeester heb geschreven. Dus ja, we hebben wel het gevoel dat we nu echt begonnen zijn, maar ik heb nog wel voldoende ongeduld. Ja. Goed zo. Laten we nog heel even terugkijken voor de mensen die dat niet weten. Ik denk dat iedereen het wel weet hoor, maar dan is het ook leuk om gewoon even te kijken hoe u op deze plek kan. We hebben echt een heel kort filmpje, het zal je verbazen hoe kort het is, gemaakt van de afgelopen verkiezingen. Ja, ik zou wel willen dat dingen anders zijn. Maar u heeft het nooit onder stoelen of banken gestoken. U zou het te gek vinden om wethouder te worden. Nou, ja, nee, maar dat zal ik ook zeker niet ontkennen. Nee, ik denk dat, dat ik dat kan. En het betekent wat mij betreft ook dat wij nu gaan werken aan een nieuw stadsbestuur en aan een andere stad, want die stad moet eerlijker en duurzamer. Ja, dat was natuurlijk het beeld, hè, van de verkiezingen, die gebalde vuist. Ik las dit weekend in het Parool, dat heb jij vast ook gelezen, Ruben Koops, die de eerste keer ging goed, die zei, ja, de man die met gebalde vuist de verkiezingen won en juist Fight the Power riep, lijkt nu de man van de nuance. Dus misschien goed voor vanavond om te weten met welke Rutger Groot-Wassink zit ik hier. Ja, maar misschien is het wel allebei waar. Ja? Nou ja, nee, kijk, dit ging over Rutte die gezegd had dat wij allemaal in Amsterdam witte wijn sippende elite waren. Ja, daar kun je op twee manieren op reageren. Dan kun je zeggen, Rutte, wat een eikel. Of dat een beetje als verkiezingsretoriek zien. En volgens mij geeft het vooral aan dat de VVD zoekt naar smoel. En ja, dat zei ik. En ach, ik vond het wel weer grappig. Ik kreeg, voordat ik het stuk goed gelezen had, want ik kreeg eerst alleen de karikatuur doorgestuurd. Je had altijd een tekening bijgemaakt. Ja, ja. Ja. Voordat ik het stuk goed en wel gelezen had, kreeg ik al van Ruben, die zei van, nou god, we moeten maar eens een keer een glaasje wijn erover drinken. Dus ik weet niet, ik heb wel gezegd dat dan rode wijn moet zijn. Maar daar heb je ook allemaal tijd voor. Terwijl je ongeduldig bent. Ja. Laten we, voordat we zo ingaan op die drie grote portefeuilles, één onderwerp erbij pakken waar je wel echt meteen aan de slag mee bent gegaan als wethouder. Ik geloof dat dat een paar maanden later of een maand later al begon. Die 24 uur opvang voor ongedocumenteerden. Even in het kort, het was een hartstochtelijke wens van u, van het college ook. 500 plekken. Gisteren werd bekend dat de kosten ongeveer 11 miljoen euro zijn dit jaar. U onderhandelt nu met het Rijk over de vraag of zij mee gaan betalen. Waarom vond u dat, en heeft ook iets meegenomen om dat misschien wel te illustreren, iets waar de stad niet mee kon wachten en waar we nu mee aan de slag moesten? Waarom is dat zo belangrijk dat u dat als eerste speerpunt heeft gepakt? Nou, ik denk dat dat zo belangrijk is omdat er heel veel mensen in Amsterdam in bed, bad, brood opvang zaten. Die eigenlijk helemaal geen perspectief hadden. En die overdag ook bijvoorbeeld die opvang uit moesten. En het was natuurlijk in Amsterdam ook wel een probleem. En ik denk, we hebben natuurlijk de verschillende We Are Here kraken gezien. En ik heb altijd al gezegd, want ik heb dat voorstel wel 4 keer ingediend. Ja. Voordat we dan nu er echt mee aan de slag gaan. Dat ik vind dat we voor zo'n grote groep mensen, de meest gemarginaliseerde mensen ongeveer van de stad, dat we daar een fatsoenlijke opvang voor moeten regelen. Ja. Omdat ik vind dat we daar echt een grote plicht hebben. Ja. Ja. En nu? Hoe staat het er nu voor, die onderhandeling met het Rijk? Ja, ik ga zo nog wel even naar de bar, maar ik moet om 8 uur morgenochtend naar Den Haag om met staatssecretaris Harbers te praten. Nou ja, kijk, wat ik denk dat daar... Maar je hebt een hele slechte onderhandelingspositie, want ik heb je al horen zeggen, als zij niet betalen, doen wij het. Ja, dat is... Nee, ik denk dat ik een hele goede onderhandelingspositie heb, omdat ik denk dat de staatssecretaris, dat er echt wel wat veranderd is, ook in het discours in Den Haag. Er is, moet ik even wat achtergrond schetsen, voor de zomer een onderzoek geweest van Profacto. Wat laat zien dat als je wil dat bijvoorbeeld mensen terugkeren, dat je ze dan niet op straat moet laten blijven. Dat je met mensen, dat je ze tijd moet geven, rust moet geven, zodat mensen ook na kunnen denken waar hun toekomst ligt. En kijk, het maakt mij niet zoveel uit of mensen terugkeren of dat ze hier alsnog een status krijgen. Want laten we niet vergeten, ook van de We Are Here groep hebben echt heel veel mensen uiteindelijk nog gewoon een status gekregen. Ja, iedereen die zegt, ja maar de rechter heeft gesproken, je bent uitgeprocedeerd, dus je bent uitgeprocedeerd. De woordvoerder is geen woordvoerder meer omdat hij een status heeft gekregen, toch?
Ja, bijvoorbeeld. Nee, maar dat is heel. Nee, maar soms is het echt afhankelijk van dingen dat je geen geboorteakte kunt krijgen, omdat het land waar je gewoond hebt in oorlog is. En kan dat een jaar later wel. En dus de constatering is, sommige mensen krijgen alsnog een status, andere mensen willen misschien wel terug, maar hebben tijd nodig en rust nodig en menselijke waardigheid nodig. Ja. En regie nodig om hen daar überhaupt over te laten nadenken. En u denkt dat u die zaak morgen sterker maken? In de nou ja, kijk, de staatssecretaris in het regeerakkoord gaat het alleen maar over terugkeer. De staatssecretaris heeft nu met andere steden, met Groningen, Eindhoven, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam gesprekken gevoerd. Waarin hij ook erkent dat meewerken aan terugkeer niet meer het uitgangspunt is. Ja. Maar perspectief. En dat vind ik dat we deze dat mensen moeten geven. Hiermee, ja. En waar gaat u die plekken maken? Want het begint ondertussen wel een beetje te dringen natuurlijk. Als dat dit jaar of voor de zomer nog moet beginnen, dan wordt het wel tijd om te weten waar dan die locaties komen. Ja, we zijn nu een stuk of 15 locaties aan het onderzoeken. Maar ik zou ook heel graag willen, en ik heb dat net bij AT5 ook gezegd, ik wil dat ook heel graag samen met de stad doen. Hè? Dus ik nodig ook mensen die panden hebben uit om als zij de beschikbare panden hebben, om dat door te geven, omdat wij ze dan misschien kunnen huren. Maar ik wil in elk geval dat het verdeeld is over alle stadsdelen. Ik wil niet dat we, omdat bijvoorbeeld de vastgoedprijs in Nieuw-West of Zuidoost het laagst is, dat we daar dan alle opvang. Ik vind echt dat we dat over de hele stad moeten doen. Ja. Maar het lastige is dat ik mezelf ook wel de opgave gesteld heb om het kleinschalig te doen. Omdat ik denk dat zelfbeheer, als je mensen echt regie teruggeeft over hun leven, betekent ook dat je ze in staat stelt om te koken, om zelf boodschappen te doen. Om eigenlijk hun eigen leven weer op de rit te krijgen. Ja. Dat betekent dat je met kleinere locaties moet werken. Maar goed, als je het hebt over we hopen dat mensen zich melden met panden we doen die uitnodiging. Dat is dan eigenlijk misschien wel, als we het hebben over democratisering, het moet er sowieso komen. In elk stadsdeel, het liefst 2 locaties per stadsdeel. En je nodigt Amsterdammers uit. Of om zich te melden als zij een locatie hebben? Kijk, wij onderzoeken zelf panden. En ik zou willen, omdat ik het gewoon eerlijker vind, om dat verdeeld over de stad te doen. Maar ik heb ook wel gezegd, ik ga niet. Kijk, dat het er moet komen, daar hebben mensen volgens mij voor gestemd. Dat kan geen verrassing voor niemand zijn dat wij dit wilden. Maar waar dat dan komt en hoe dat dan gaat, ja, dat wil ik ook gewoon met buurten bespreken. Dus voordat ik een besluit neem welke locaties het worden, wil ik dat ook gewoon met de buurt bespreken. Maar dan wil ik dit, want ik bedoel, het idee is voor de zomer, toch? Ja. Nou, dan is we willen en we zijn aan het kijken. Dat is leuk, maar dat kan nog max 2-3 weken gaan duren, want het moet voor de zomer gebeuren. Dus wat is dan de concrete stappenplan hoe je dat nu gaat oppakken? Hoe je dat democratisch, want het is eigenlijk wel een goed voorbeeld van, krijg je de stad daarin mee? Ik kan me voorstellen dat iemand die een pand heeft zegt, hartstikke mooi, de gemeente huurt dat, ik laat ook mijn maatschappelijke nut zien, maar misschien dat de omwonenden daar weer geen zin in hebben. Dus hoe krijg je dat? Hoe ga je dat dan organiseren? Ja, dat kun je natuurlijk gewoon organiseren. Daar kun je best een bijeenkomst over en enquêtes over uitzetten. En het idee is ook niet per dat se nieuw. Dat ga je nieuw, doen. Hè? Nou, bijvoorbeeld. Maar kijk, de vluchtmaat is een aardig voorbeeld. Dat was een pand bij een bouwmarkt. Ja. Dat stond leeg, is gekraakt. En die eigenaar die zei, hey, als je het nou gevraagd had, had het gemogen. Dus er zijn heel veel ondernemers, andere mensen die echt wel mee willen helpen aan de grote uitdaging van de stad waar we voor staan. En ik wil dat gewoon zo snel mogelijk in kaart. Ik zeg, we zijn zelf bezig met een inventarisatie, dat schiet aardig op. Nou ja, en dan vind ik inderdaad, dan ga ik met al die buurten gewoon praten. Ja. En ik heb eerlijk gezegd helemaal niet zoveel twijfel hoor. Annabel Nanninga zei laatst, ja, die 24-uursopvang, die moet maar in buurten waar de mensen het meest GroenLinks gestemd hebben. Ik kreeg direct van mijn buurtgenoten appjes, ja, laat ze maar komen. Ja. Ik maak me daar niet zo'n zorg om. Uw buurtgenoten lijken misschien een beetje op u. Nou ja, dan moeten we misschien zorgen dat er bij mij in de buurt heen komt. Ja. Lijkt me wel goed. Nee, maar goed, het is wel, en dan kunnen we dit ook afronden, maar het is denk ik belangrijk als je kijkt naar wat de reacties zijn op opvanglocaties, dat iets is wat je als wethouder goed moet voorbereiden. Dus wanneer kunnen de eerste momenten zijn dat je die stad ingaat om in die buurten over die locaties te gaan? Nou, ik neem aan dat dan in mei of zo uiterlijk wel moet. In mei. En dan gaan de eerste mensen erin in juni. Dat zou kunnen, ja. Maar dan is er ook geen optie dat het niet doorgaat. Nee, maar we hebben nu wel wat grote locaties. Hè? En je gaat natuurlijk uitvragen bij meer locaties dan wat je aan capaciteit nodig hebt. Ja. Want we hebben bijvoorbeeld Lola Luid. Daar hebben we nu natuurlijk al een vrij grote opvang. We hebben het overigens ook met de buurt besproken. En het is grappig, van tevoren kwamen er mensen al kleren brengen. Omdat ze gehoord hadden via AT5 dat daar mensen opgevangen zouden worden.
En die zeiden, ja, wij komen onze hulp aanbieden. Maar er waren natuurlijk ook zorgen in die buurt en daar praat je dan mee. Ja. Hoe kunnen Amsterdammers zich melden vanavond als iemand in de zaal zit die denkt, ik heb nog een mooi pand? r.grootwassink@amsterdam.nl. Zo democratisch is het. U reageert dan? Ja. Ja. Nou, mooi. Ja, tuurlijk. Ja. Of anders moet iemand anders dat even doen. Maar ja, nee, daar zorg ik wel voor, ja. Misschien, voordat we verder gaan, kijk, het leuke is, voordat we die onderwerpen ingaan, dat ik je ook gewoon kan vragen van, we hebben net het reces gehad. Het komende jaar is een belangrijk jaar. En je hebt iets meegenomen en waarvan je zegt, dat heeft mij wel geïnspireerd het komende jaar. Dit is dan het moment om te vertellen wat jou inspireert het komende jaar. Maar het is toch leuk om even te vertellen. Nee, maar je vroeg mij, neem iemand mee of iets. En ik dacht, ja, moet ik dan iemand die bijstandsafhankelijk meenemen of een ongedocumenteerde? Dat zou ik echt heel awkward vinden. Ik heb jou het gevraagd en ik vraag elke wethouder van, neem iets mee wat voor jou iets belangrijks symboliseert in de stad. Ja, nee, dus ik heb een boek meegenomen. Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Vijver. Ik weet dat jij het ook aan het lezen bent. Ik heb het in het reces gelezen. Ik had er een recensie over gelezen. En het is een fantastisch boek en het gaat heel erg over wat Europa is. Maar vooral ook heel erg over eigenlijk over massatoerisme en massa-immigratie. Ja. En wat dat voor Europa zou betekenen. En hij legt, vind ik, heel overtuigend bloot hoe kapitaal en kapitaalstromen een enorme impact hebben op grote steden. Hij gaat ook in gesprek met een ambtenaar van de gemeente Amsterdam over Airbnb en zo. Maar ook hoe volstrekt idioot en afhoudend onze houding ten aanzien van vluchtelingen is, terwijl zijn stelling is, vluchtelingen zijn uiteindelijk de redding voor het Europa. Omdat Europa anders een vergrijzend continent is. Ja, de tuin van de wereld noemt hij het dan, waar iedereen komt recreëren, maar waar niks meer te doen valt. En ik vond het een fantastisch en heel erg inspirerend boek. Ja. Ik heb geen aandelen of zo, maar ik raad iedereen aan om het te lezen. Nou, mooi. Dan hebben we Rutgers boeken 2 minuten gehad, maar toch, ik kan het wel beamen, het is een prachtig boek. Laten we beginnen, we gaan het hebben over werk, diversiteit, democratisering. Hartstikke mooi onderwerp, maar vaak een beetje met het risico, iedereen is voor meer werk, meer diversiteit vinden we ook prettig en democratischer ook. Zullen we afspreken het concreet te maken laten we dat wat we gaan doen? Ja. Mooi. Dan beginnen we met ons eerste onderwerp, werk en inkomen. En dan vraag ik graag aan tafel om met ons mee te praten. Hij werd bekend van ID&T, maar is nu als vastgoedondernemer onder meer eigenaar van de Adamtoren en de Westergasfabriek. Een belangrijke werkgever in de stad. Geef hem een warm applaus. Duncan Stutterheim. Het boek ook gelezen in de vakantie. Ja? Oh ja, ook onder de indruk? Ik vond het een topboek. Nou, het wordt nu helemaal een boekenclub, maar dat is prima. We gaan het dus hebben over de plannen van het college, nou met name dat banenplan. Want we zien dat in sommige sectoren, de bedrijven staan te springen om werknemers. En aan de andere kant zijn er zo'n 20.000 mensen in de stad die thuis zitten met een uitkering of in langdurige bijstand. Nee, 40.000. 40, nou dan is het probleem nog erger. U heeft daar plannen voor gemaakt. Laten we eerst even kijken hoe je dat plan uitlegt aan een vandaag. Dan kan je nog iets toevoegen als er iets mist. Maar dat was wel een korte, heldere uitleg, denk ik. We zien in Amsterdam hebben we vrij veel mensen die nog bijstandsafhankelijk zijn, die geen werk hebben. En wij willen heel graag veel meer mensen aan het werk helpen. En we zien dat in bepaalde gebieden meer mensen zijn die werkloos zijn dan in andere gebieden. Zuidoosten is daar één gebied van. Nou, we gaan nu mensen veel nadrukkelijker betrekken. En dus met jobcoaches echt naar mensen toe. En te zeggen, hey, is deze baan niet wat voor jou? Dus ook echt werk zoeken. En dat is denk ik in die zin wel anders. Waar we vroeger misschien zeiden, hey, er zijn deze banen, kijk eens even. Willen we nu de mens veel meer centraal zetten? Hey, wat is nou voor jou een geschikte baan? En hoe kunnen we zorgen dat jij aan het werk komt? Ja, mooie plannen, maar het is natuurlijk vaker geprobeerd. Het is niet nieuw van hoe kunnen we in Amsterdam mensen aan het werk krijgen. De truc is natuurlijk om ze aan het werk te houden. Nou, niet helemaal, want volgens mij hebben we ook wel... Ik vind wel dat we de afgelopen jaren soms daar ook wat te makkelijk in zijn geweest. En dat we ook slimme combinaties hebben laten liggen. Ik sprak de directeur van de Arena bij een bijeenkomst en die zei, ja, ik heb een paar jaar geleden met de duurzaamheid een afspraak gemaakt met de gemeente. Waarom doen we dat eigenlijk niet met werk? Want zeker het Arena-gebied is natuurlijk heel erg opvallend. Hoge werkloosheid in Zuidoost. Ook jeugdwerkloosheid, wat eigenlijk in de stad niet echt een probleem is, maar daar wel degelijk. En hoe kan het nou dat aan de andere kant van het spoor allerlei bedrijven zijn die staan te springen om werk? Kunnen we daar nou niet samen wat mee doen? Dus in die zin vind ik ook dat het nu goed gaat.
ook wel een extra reden en ik merk ook wel een grotere bereidheid bij werkgevers om daarmee te helpen. Dus dat is ook hier is dat ook de oproep die ik graag zou willen doen aan de stad. Help ons nou met aan het werk helpen van mensen. Kunt u dat concreet maken? Want we zitten hier met een van de werkgevers in de stad. Nou, Duncan, hoeveel banen heb je voor me? nee, maar even... Er is een schreeuwend tekort aan in de horeca sowieso. Ja. Ja. Echt een tekort. Maar ik hoorde nu ook van de festivals. Dat na opbouw was altijd wel makkelijk stagehands te krijgen. Maar de jongens die nu opbouwen, die gaan nu allemaal naar de bouw. Want de bouw betaalt geen 3 tientjes, maar 6 tientjes. Ja. Dus de hele festivalindustrie zit zometeen zonder de opbouw en decormakers. En jij zoekt dus ook mensen? Ja, nou, horeca is niet een ramp, ga ik zeggen, maar het is wel echt lastig aan het worden. Ja. En hoe luister jij dan naar de plannen van de wethouder om daarin misschien ook wel te bemiddelen? Hè? Om te zeggen, wij hebben hier een groep mensen. Maar we moeten er ook reëel in zijn. Hè? Er zijn ook er zijn ook best groepen mensen voor wie het misschien wel echt wat ingewikkelder is om makkelijk aan het werk te komen. Ik kom net van een diner met werkgevers en statushouders. Omdat bijvoorbeeld voor statushouders, die worden dan getraind in horeca in een pand van de gemeente. Die hebben gewoon wat extra begeleiding nodig. En wij hebben er dit stadsbestuur voor gekozen om er geld voor vrij te maken, om die extra begeleiding te bieden. Want even, dat zegt Duncan volgens mij ook, de eenvoudige mensen die zijn er niet meer. Hè? Want we hebben gewoon enorm veel vacatures. En dus vraag ik van werkgevers dat ze dus ook de wat moeilijkere klanten misschien wel aannemen. En dan kunnen wij als gemeente dus meer in ondersteunen. Ja. En juist bijvoorbeeld bij statushouders, ik denk echt, en gelukkig hebben we in Amsterdam daar een goede aanpak voor en ook een prijs voor gewonnen. Maar ik denk echt dat het heel belangrijk is dat we zorgen dat die statushouders aan de slag komen en blijven. Ja. Ja, wat ook heel belangrijk is, wij werken met de gemeente samen met eigen werk. De oude bijstand is dat. En Frans Heesel is daar een van de mannen die dat regelt. En die kwam naar mij, we kennen elkaar van school. Kun je me helpen hiermee? Ik zei, nou hoe dan? En hij zei, nou ik wil geen geld dit keer, maar kun je me kennis of tijd? Dus wat hebben wij gedaan? In de Toren hebben wij een businessclub. Creatieve club, 400 leden. En wij hebben toen 120 mensen van eigen werk gevraagd, presenteer nou je plan aan ons. Dan zetten wij de mensen tegenaan en dan vroegen we een buddy. Dat noemen ze een buddyproject. Ja. Alleen wat wij merkten wel is, wij zijn zo gewend als werkgever en zeg maar de succesvolle, zeg maar even de 90% mensen die gewoon werken, studeren, hard werken, om die trein door te gaan. Maar deze mensen zijn toch net inderdaad wat anders. Ja. En daar moesten wij... We hebben het nu 2 keer gedaan, het project. En het grootste les die we hebben geleerd is inderdaad het verwachtingsmanagement van die mensen. Dus daar moeten we nu meer aan leren. Ze zijn niet... Ja, als ze heel succesvol en normaal waren, hadden ze niet daar gezeten. Nee, dan hadden ze allemaal gehad. Ja, dan hadden ze allemaal... En dat is nu een besef wel... Helemaal maar, nu dat het moeilijker is om mensen te krijgen, moeten bij werkgevers meer gaan indalen. Ja, je moet iets meer je best gaan doen nu om mensen aan het werk te krijgen of te houden. Ja, maar hoe luister je dan? Want tegelijkertijd is er ook misschien wel iets voor te zeggen dat er... Een groep is die niet meer aan het werk te krijgen is? Oh, die groep is er ook, zeker. Ja. Maar kijk, ik denk dat wij hebben in Amsterdam inderdaad 40.000 mensen ongeveer. Daar zit een behoorlijk gedeelte, is langdurig bijstandsafhankelijk. Ja. Groot probleem bij 50-plussers. Ja, maar die hebben over het algemeen ook nog wel wat meer problemen. Soms psychosociale problemen, alcoholisme komt daar ook in voor. Er is gewoon een groep waarvan je je af moet vragen, nou ja, misschien komt die wel nooit aan het werk. En daar is, als ze een zinvolle dagbesteding voor hebben, is dat al heel mooi. Hè? Maar ik denk echt dat juist nu het goed gaat... We moeten proberen zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen, omdat ook om mensen aan het werk te houden. Ja. Als je werk hebt, blijf je echt. Echt heel belangrijk dat mensen nu werk vinden, omdat die volgende crisis komt er weer aan. En als je nu een paar jaar werkt, is de kans dat je dan blijft werken echt veel groter. Maar goed, als het zo makkelijk is, zeg ik tussen aanhalingstekens, van je moet mensen begeleiden daarna. Is dan voor jou, als je naar die plannen van de gemeente luistert, zeg je nou dat gaat lukken en dat is voor mij de oplossing? Of is daar toch nog iets meer voor nodig vanuit de gemeente? Waarvan zou jij nou zeggen van hè, ik zit hiermee, misschien hoog verloop en op bepaalde plekken krijg ik die mensen niet binnen. Wat zou jij nou kunnen gebruiken dan om dat wel op te lossen? Nou, het begint bij
het begint bij de ondernemer en bij de werkgever, dat hij überhaupt geïnteresseerd is hierin. En ik denk dat dat besef steeds meer gaat komen, dat we allemaal nog een steentje moeten bijdragen aan een betere samenleving. Maar dat is niet altijd zo gezegd. Toen ik 30 was, had ik daar minder oog voor dan dat ik dat nu heb. Ik werk mee in de Dream School, dat project, op tv met die moeilijke jongeren. Dus een televisieprogramma waarin je dan helpt om die moeilijke jongeren. En toen ging ik het programma ook in van met de garantie, ik heb een baan. Nou, uiteindelijk heb ik iemand gekozen die een baan. Ja, ze is 2 dagen aan het werk en ze loopt alweer boos weg, omdat de rookpauze was te kort. En toen dacht ik, ja shit, wat is hier nou weer misgegaan? En dat had veel meer te maken met dat diepliggerende probleem op psychologisch gebied, wat er met het kind allemaal gebeurd is. En dat is weer het verwachtingsmanagement soms van, hoe goed intenties ook zijn, dan bij mij in de toren belden ze me echt op, waar heb je mijn naam mee opgezadeld? Is dat ook verwachtingsmanagement naar de gemeente toe? Nou, daar moeten we samen dan wel beter over praten. En ik moet dan duidelijker aan mijn mensen zeggen, jongens, dit is... En ze wisten dat het al een moeilijk geval was, ze stonden er echt voor open. Maar ja, als iemand wegloopt omdat je niet kan roken, dan houdt het gesprek vrij snel op. Dus daar moeten we langer mee praten van tevoren. Of ze misschien toch ietsje nog meer met de fluwelen handschoen. Maar ja, je wil ook weer dat ze het proces in komen. Of je moet het beter voorbereiden. Ja, dat langer. Dat zou natuurlijk ook wel kunnen. Volgens mij vraagt het dat werkgevers en de gemeente heel erg samen kijken wat is nou nodig en wat helpt. Hè? En dat is ook niet voor elk bedrijf hetzelfde, ook niet voor elke functie. En volgens mij moet je heel erg goed kijken van hoe dat nou gaat. En wij merken dat, een van de dingen die wij doen is dat we ook veel geld hebben vrijgemaakt. Dat heet dan caseloadverlaging. Hè? Gewoon de mensen die mensen aan het werk moeten helpen krijgen gewoon minder dossiers. Door de inzet van jobhunters en dat soort zaken. Dat beter werkt omdat ze betere banen zoeken die beter bij mensen passen. Ja. Dus ja, en ik denk dat je inderdaad, niemand zegt dat het heel makkelijk gaat zijn. Maar ik vind wel dat we de ambitie moeten hebben dat als het nu het economisch zo goed gaat, als het nu niet lukt om heel veel mensen aan het werk te krijgen, dan hebben we echt een lange termijn een probleem. Uiteindelijk natuurlijk, ja. Nou ja, wat goed. Kijk, de crisis is altijd een dag dichterbij. Maar mensen die op flexibele contracten zitten, vliegen er dan het eerst uit. Zeker, maar ik zou het prima vinden als mensen nu een tijdje flexibel werken. Dat snap ik wel. Dat kan ook. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon dat iemand duurzaam aan het werk is. Ja, natuurlijk. Ja. Uiteindelijk gun je iemand dat die bestaanszekerheid ook heeft. Ja. Ik wil één reactie laten zien op je plan. Het komt eigenlijk uit hetzelfde programma, één vandaag, over dat begeleiden naar banen. Martin Visser van de Telegraaf zei daar iets over. Grote steden, Rotterdam en Amsterdam, hebben in het verleden ook al wel ervaring mee opgedaan. Wat je natuurlijk nu ziet, heel veel mensen die relatief makkelijk aan de banen kunnen komen, die hebben die banen in grote gevallen natuurlijk wel gevonden. Maar ja, nu kom je bij mensen die langdurig werkloos zijn, die in de bijstandskaartenbakken zitten. En wat je vaak ziet is dat de gemeente met de bijstand en de UWV met de WW niet precies meer weet wie in die kaartenbakken zitten. Dus ja, proberen die match te maken, ja, dat zal nog niet zo makkelijk zijn als hier wordt gesteld. Zo simpel is het denk ik niet. Eigenlijk de opmerking is hier natuurlijk hartstikke goed plan. Nou ja, zo begon ze zin niet, maar dat had hij bij wijze van spreken ervoor kunnen zetten. Maar je moet eerst die mensen zien te vinden. Ja, zeker. Heb je die mensen in kaart? Niet volledig, maar de mensen die het kortst er zijn wel. Maar het betekent ook, kijk, weet je, het bestand is natuurlijk de mensen die erin komen. Het is natuurlijk instroom en uitstroom. En je wil dat er minder mensen inkomen. Nou, een van de dingen die wij nu ook doen is dat we met het UWV, als mensen WW hebben gehad, kijken, kunnen we ze nou niet eerder helpen, zodat ze uiteindelijk helemaal nooit een beroep doen op de bijstand. En kunnen we inderdaad mensen waarvan we het wel weten, sneller aan werk helpen. Ja. Dus dat is aan die beide kanten. Maar nee, was het maar waar dat we van iedereen precies alles wisten? Nee, dat is niet zo. Een andere opmerking die het SCP bijvoorbeeld concludeert. Hè? U heeft nu een banenplan gericht op het aan het werk helpen van mensen. Maar er is ook een groeiende groep werkende armen in de stad. Zeker. Wat gaan we daaraan doen? Ja, ik heb onder andere wil ik ook onderzoek doen naar mensen die dan weer even in de bijstand zitten, dan weer even aan het werk zijn. En ook daar speelt heel vaak dat er schuldenproblematiek is. Hè? Dus nou ja, daar wil ik samen met mijn collega ook naar kijken of je daar nou niet dingen voor kunt doen. Hoe je ook daar misschien zegt, oké, dan moeten we echt allemaal nog uitzoeken hoor. Maar kun je nou misschien een gedeelte van die schulden tijdelijk overnemen of parkeren of zorgen dat... Want daar heb je natuurlijk vrij snel met ook incassokosten dat die hoog op kunnen lopen. Maar dat is absoluut een groot probleem. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook gewoon te maken met
nou ja, de reële lonen. Ja. Het gewoon netto loon. Want er zijn gewoon banen waar mensen echt gewoon te weinig verdienen om goed van rond te komen. Ik wil nog even kort zo naar een ander plan. Maar nu je dit zegt, verbaast me toch altijd iets wat ik dan even tussendoor wil vragen. Werk hangt samen vaak, hè? Als je het hebt over armoede, het gaat vaak over schulden. Zeg maar, als je je baan verliest, heeft nogal een impact op je leven. En toch en dat verbaast me dan zo, is die portefeuilles zijn opgeknipt. Dus jij gaat over werk en inkomen, Marjolein Moorman gaat over armoede. En is dat niet juist iets wat samen hangt en moet gaan? Nou, had gekund. Het was de afgelopen 4 jaar was dat inderdaad samen. De 4 jaar daarvoor was dat niet zo. Dus dat is gewoon een onderhandeling geweest. Ja. Ja. Ander plan, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Dat was vorige week het nieuws. De gemeente wil discriminatie door bedrijven aanpakken. We zullen daar ook straks, als we over diversiteit hebben, nog over hebben. Maar door het inzetten van mystery guests. Dat kennen we uit de horeca. En in dit geval zijn dat nep-sollicitanten. En het idee is dan ook om als bedrijven discrimineren, om die namen bekend te maken, zodat die daarop aangesproken worden. Wat vind jij daarvan als werkgever? Goed. Dat is kort en duidelijk. Ja. 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 Nee, nou, ja, god, dat kan toch? Ja. Nee, ja, ik ben er zwaar voorstander van. Net zoals aan de deur mensen weigeren. Of, nou ja, jij hebt ervaring waarschijnlijk vanuit horeca met die mystery guest. Ja. Dat werkte goed. Nou, ik ben daar enorm voor. En ik weet hoe het voelt zelf vroeger bij de Roxy geweigerd te worden. Dus ik ben dat ik gediscrimineerd omdat ik geen baan had. Ja. En iets te plat was, zeg maar. Dus nu nog met de club die wij hebben, is ons deurbeleid. Iedereen komt binnen, tenzij. En tenzij bij ons is dronken, vervelend, überhaupt al. Maar ik heb het ook aangegeven in de voorbereiding van het gesprek. Het is ook niet zo dat er bij ons nou heel veel islamitische mensen werken. Dus ik vind dat wel eens bij ons moeilijk. Hoe moet je daar nou op selecteren of niet? Of ik heb er nooit op iemand op geweigerd, dat weet ik zeker. Maar ik heb ze er ook niet op aangenomen. Maar als ik dan soms naar onze groep kijk. Je vraagt je af, doe je genoeg om. Nou ja, eigenlijk weer niet. Want dan kijk ik soms naar onze groep mensen en denk ik, shit, er zitten wel heel veel witte mensen. Of laatst hadden we een gesprek ergens op bij de burgemeester op zondag. En dan zaten er in de hele zaal 1 donker iemand van de 35. Oh, dat klopt ook niet. Ja. En dit vraagstuk hebben we bij. Ik zit in het bestuur van het Concertgebouworkest. Ja, wat moet je daarmee op den duur? Moet je daar nou. Daar zitten ook alleen maar witte mensen op dit moment. Is het gezond of niet? Nou, maar dat geldt ook voor werknemers dus. Dus hoe moet je dat dan mengen? Jij vindt het geen probleem als de gemeente, want dat is een van de kritiek die ik vandaag las. Eigenlijk dan dat zij Bart Drent van MKB Amsterdam op de stoel van de rechter gaat zitten. Ik vind het goed dat die jongeren zich of mensen gesterkt voelen dat we hier allemaal naar gaan kijken. Maar we zullen ook nooit. Wat zeg jij tegen zo'n Bart Drent van het MKB die dat zegt? Van ik vind dat de gemeente een heksenjacht doet naar bedrijven en wij kunnen sollicitanten op de juiste gronden afwijzen, maar dan beschuldigd worden van discriminatie. En het gemeente moet niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Maar wij zullen nooit op de stoel van de rechter gaan zitten. Maar ik vind wel dat als je gewoon weet dat discriminatie, zeker op de arbeidsmarkt, komt gewoon voor. Ik bedoel, dat is geen geheim. Dat laat elk onderzoek zien. Hè? 2 jaar geleden of zo, denk ik, werd gewoon een uitvraag gedaan bij uitzendbureaus. Ik wil eigenlijk alleen maar witte mensen, hè, en zeker geen Turken en Marokkanen. En een gedeelte van de uitzendbureaus zegt dan gewoon, oh, geen probleem, gaan we regelen. Ja. Ik wil niet meer met zulke bedrijven samenwerken. En dat lijkt me voor een stad als Amsterdam ook heel normaal. Dus volgens mij hoeft niemand bang te zijn voor een heksenjacht. Maar ja, ik vind wel dat als wij discriminatie constateren, dat je dat ook niet kunt laten gaan. Hè. Een van de grote problemen met racisme en discriminatie is, denk ik, dat de aangiftebereidheid is laag. Ja. Waarom? Omdat er eigenlijk nooit een sanctie volgt. En ik vind ook dat we dat echt moeten doorbreken. Ja. Ga je ze ook inzetten bij de gemeente? Zeg je? Ga je ze ook inzetten bij de gemeente? Ja, zeker. Hey, kijk, ik wil daar juist beginnen. Hè. Je kunt ook werkgevers alleen aanspreken als je zelf je zaakjes op orde hebt. Ja. Dus ik ga ze zeker inzetten bij de gemeente. Er zou ook een ondersteuningsprogramma moeten komen voor mensen die selecteren. Hè. Want het is natuurlijk ook helemaal niet altijd bewust discriminatie of racisme. Het is soms ook dat mensen nou eenmaal liever mensen aannemen die wat op hen lijken. Maar het is ook een beetje het punt wat Duncan net zei. Ja, ik vind ook als je naar de ambtelijke organisatie kijkt, die is vrij divers. Maar de top is natuurlijk heel erg wit. En dat betekent gewoon, in een stad als Amsterdam, waar we, nou ja, wat zal het zijn, in 2030 is 60% van de jonge mensen heeft een migratieachtergrond. Het kan echt niet zo zijn. Ik was laatst bij een bijeenkomst waar een foto was van alle schoolbesturen. Allemaal wit. Dat kan echt niet.
Ja. En als wij er nu, ik ben nu helemaal de generatie, ik ben echt opgegroeid uit witte scholen naar gekleurde scholen, gemengd. Maar ik ben nu in de positie om het ook in besturen te veranderen of in de top te veranderen. Dus ik vind ook wel, ook ik moet me harder daarvoor inzetten. Ja. Om gemeleerder, Amsterdam 57, ja. Heb ik ook echt gezegd, we moeten gewoon... Ja. Een gemixte bestuur moeten we hebben. En dat hebben we. Nou ja, ik loop een heel vooruit op zo'n moment, maar dan is dat toch nu wel het moment om te vragen. Hè? Dan is diversiteit is natuurlijk op basis van kleur of culturele achtergrond. Zou je ook zeggen dat de gemeente dan, of dat je, nou bijvoorbeeld de gemeente, dat het ambtenarenbestand, dat daar ook mensen moeten werken die heel recht zijn, bijvoorbeeld? Ja, waarom niet? Dat is toch ook geen grond om iemand te weigeren? Nee, dat is ik geen grond om te weigeren. Ik neem aan dat er ook gewoon hele rechtse mensen maar de vraag die eronder ligt is, hoe leg je diversiteit? Dat kan op klassen, dat kan op... Hè? En nu kies je duidelijk één as. Volgens mij heb je heel goed uitgelegd waarom dat belangrijk is. Ik weet het niet. Ik denk dat seksuele diversiteit ook heel belangrijk is. En ik weet niet of politieke voorkeur nou direct een diversiteitsgrond is. Nee, maar ik vind representatie belangrijk. En ik vind dat er perspectief moet zijn op onderdeel zijn van de samenleving. En ik denk dat er, dat is heel veel verschillende redenen, maar je ziet gewoon dat er groepen in deze stad zijn die echt wel een achtergestelde positie hebben. Als het gaat over onderadvisering bij school, als het gaat over taalachterstand, als het gaat over deelname aan het arbeidsproces. En als wij als stad... waar geen enkele groep meer in de meerderheid is, niet een nieuwe manier vinden om met elkaar samen te werken. En als de klassieke witte wijn, witte elite. Nee, maar als je niet in staat bent om dat te veranderen, dan maak ik me op de lange termijn echt grote zorgen over deze stad. Helder. Misschien tot slot dan even voor dit blokje, Duncan, je zoekt mensen? Ja, zeker. Ik ging maar wat voor mensen ga ik naar iemand weer. En ik vind absoluut dat ik in ieder geval één iemand de baan moet geven. Nou, dus dat gaan we dan houden. Maar ik vind wel dat het werkgever. Maar het begint bij klein weer met één. En de één is net mislukt. Maar dat laat ik zeker niet bij neer. Nee, maar wie kan jou zo aanspreken aan de bar? Wat zoek je? Ja, ik zag iemand, een jobhunter van mij. Die kwam net binnen. Die was okay. Bij, dus jullie gaan even praten zo. Ja. Dat lijkt me helder. Ah, kijk, daar zit hij. Dat is... Komt net van het diner waar ik ook was. En dat was voor horecapersoneel. Dus jullie moeten straks even babbelen. Nou, heel goed, gaan we doen. Ik wil nog even, want er zitten twee mensen in de zaal van het Netwerkcafé Amsterdam. Belangrijke groep ook, 50-plussers. En die hadden ook nog twee vragen. Dus ik zoek even, waar is Anke Brandenburg? Ja, ik kom naar je toe. Ik heb de grijze... Ja, ik zag je. Ja, ik zag je. Ik hou me even vast. Ja. Oké. Okay. Goedenavond allemaal. Goedenavond Rutger ook. Ik ben Anke Brandenburg en ik werk sinds kort bij het Netwerkcafé Amsterdam in het organisatieteam. En even voor jullie allemaal, Netwerkcafé Amsterdam is een onderdeel van de stichting Werken voor Elkaar. En een landelijke beweging van en voor 50-plussers om elkaar in werk te helpen. Ja, helder. Diversiteit, kan je dus ook aan 50-plussers denken, is ook een onderdeel daarvan. En voordat we met z'n allen helemaal in de diepte zakken, dat het allemaal niet kan en mogelijk is, wil ik jullie toch eigenlijk aangeven dat ik bezoek die en ik organiseer die bijeenkomsten sinds kort. Het is elke derde maandag van de maand op de Zuidas in de Nieuwe Poort. En je zult je verbazen over hoeveel energie er onder een groep van ruim 100 mensen uitgaat... als het gaat om het zoeken en vinden van werk. Hartstikke dus mooi. Dus daar zitten geen zielige mensen. Jij wilt een vraag? Zeker. Ja, ik mocht twee vragen stellen. Ja. Ik had er eigenlijk een heleboel. Ik wil ze toch heel kort helemaal even allemaal vertellen. Nou, kies de belangrijkste. Namelijk, kies de belangrijkste. Ik kan prioriteiten stellen. De vragen die ik heb is in ieder geval... hoe komt het dat het zo moeilijk is dat de 50-plusser aan werk komt? Waarom is dat zo? Welke terughoudendheid bestaat er bij werkgevers? Welke vooroordelen wellicht? En hoe ga je daar in je aanpak rekening mee houden? Maar ik mocht er maar twee stellen. Dus vraag 1 aan jou, Rutger, is... wat vind je van dergelijk initiatief? En vraag 2 is... wanneer ga je met ons bij het vormen van je plannen om de tafel zitten? Met de 50-plusser die werkt. Met het Netwerkcafé Amsterdam, vertegenwoordigers daarvan. Nou, dat waren twee hele heldere vragen. Ja, dank. Ja, Rutger.
Initiatief, hartstikke goed. Onderdeel van mijn plan om meer Amsterdammers aan het werk te helpen is juist een aanpak gericht op 50+. Omdat we daar als gemeente ook ervaring mee hebben en ook vrij goede resultaten. Dus volgens mij kunnen we straks zorgen dat er iemand van de mensen die daar mee bezig zijn ook gewoon gelijk een afspraak daar eens maken. Want ik ben heel benieuwd wat jullie dan doen en ik zou wel gewoon ook benieuwd zijn naar jullie ervaringen. U strekt hem wel tot de max, hè? Ja. 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 Kom alsjeblieft een keer naar ons, naar onze bijeenkomst. Ze zijn heel dynamisch en inspirerend. En heel gezellig, gok ik ook. Ja, en vooral energiegevend. Ja. Ja, ik moet een beetje voorzichtig zijn, want ik krijg steeds op mijn kop. Omdat ik steeds, ik beloof heel vaak dat ik ergens langskom en mijn agenda is verschrikkelijk. Dus ik beloof dat ik het een keer doe, maar ik zeg niet wanneer. Dat kan nog even duren. Duncan? Ja, doet dit? Ja. Zeker. Een positieve noot, ik ben nu 30 jaar ondernemer en veel 50ers hadden wij ook niet. Maar ik word dit jaar alweer 48, dus ik kom nu bij die grens van 50. Je komt in de buurt. En ik zie ineens dat het eigenlijk wel meevalt hoe oud ik ben. Dus wij gaan zeker op zoek naar mensen in de 50 ook. Hartstikke goed. Dus, tot slot voor deze ronde wil ik heel graag iemand naar voren houden die al zo veel rondom werk in de stad heeft gedaan. Ze was de oprichter van Amsterdamse tak van Dress for Success. Een goed doel dat werkzoekenden met een minimuminkomen, bijvoorbeeld vanuit de bijstand, gratis representatieve kleding en adviezen geeft. Ze kreeg daar dit jaar de Andreas-penning voor. Geef er een warm applaus. Polona Offerhaus. Ja, als u even naast me gaat staan. Ja. Ja, 50 plus. Het is toch mooi, want we hebben zo'n gesprek over nieuwe plannen. En u heeft waarschijnlijk de afgelopen jaren al zoveel plannen voorbij zien komen. Dus, nee hoor, wij zien mensen voorbij komen. Dat is veel leuker. Oh, heel goed. Ja. Wij kijken naar ieder mens met belangstelling en zijn erg blij dat wij de spullen hebben en de tijd en de gelegenheid om iemand die weer op weg is, het is het mooiste moment in het leven vaak, naar een baan zo voor te bereiden met een goede klering, met een goede houding ook, niet beleefd naar beneden kijken, zoals je in Suriname geleerd hebt, maar gewoon gereed te maken voor het sollicitatiegesprek. En daar scoren we heel aardig mee. Ja. En hoe luistert u dan naar de plannen van de wethouder? Nou, ik ken de wethouder nog niet zo lang, maar ik ben erg onder de indruk van wat zijn, daar heeft u zijn dynamiek. Mee. Ja. Heel ondernemend is dat. Ja. Maar ik kom nog uit de tijd dat je als vrouw die zei dat ze ging trouwen, bijna ontslagen werd. Het is nog niet zo lang geleden dat ook deze discriminatie, dat klinkt voor allerlei mensen waarschijnlijk heel vreemd, maar dat was doodsgewoon. Ja, dus ze zijn al van ver gekomen, wilt u zeggen? Nou ja, het verandert wel, maar we hebben altijd zo'n haast en dat is maar goed ook. Wat was toen belangrijk om die... ja, heel goed, ongeduld, ja. Ja. Wat was toen, want dat is misschien dan wel een mooie parallel te trekken. Wat was toen iets dat echt in gang heeft gezet waarvan u zegt, nou, daar zouden we dan nu ook mee aan de gang moeten gaan? Gewoon volhouden natuurlijk. Omdat je getrouwd bent, ben je niet dommer geworden of ongeschikter. Nee. En ik weet ook nog wel, toen ik kreeg ook nog een kind, zeg. Ik kreeg er zelfs twee. Hoe dat dan moest? Ja, maar ik kwam uit Amsterdam. Dus het was toch al een wilde bedoeling voor die Utrechtse universiteit. Maar ik zei, ik pas liever 3 dagen op mijn professor, waar ik assistent was. En mijn dochter kan wel tegen 3 dagen crash. Ja. Ja. Dat is ook goed gelukt, hoor. Ik hoor het u zeggen, ja, en ik geloof het meteen. Misschien tot slot dan, want ik vind het ongelooflijk leuk dat u hier bent. Is er iets waarvan u zegt, dat wil ik de wethouder nog wel meegeven? Nou, die penning, hè. Ik had nog nooit van de penning gehoord. U wilt hem de penning teruggeven? Nee, toch? Nee. Ik heb hem dus nu gekregen. Ja. Mijn naam staat erop. Maar ik had hem eigenlijk gedacht, ik kan hem maar laten zien. Maar dat gaat dus nu eventjes. Nou, u kunt hem toch even aan de zaal laten zien, als u dat wilt. Ja, maar hij ziet eruit zoals... Ja. Maar het was natuurlijk een fantastische verrassing dat Dress daar naar gewerkt heeft. Ja. En iets oprichten is één ding, maar het dan ook nog een tijdje volhouden is een volgend ding. En het gaat nu eigenlijk, het loopt. Het gaat hartstikke goed in Amsterdam, hè? Het loopt, nou... En door het hele land, maar ook in Amsterdam. Ja, in Amsterdam, het loopt echt als een trein. Ja. En dat moet wel gangs gehouden worden. Je hebt gewoon veel vrijwilligers nodig. Je hebt een paar betaalde krachten nodig. Je hebt een ruimte nodig. Die kleren komen vanzelf.
Maar het is zulk inspirerend werk. Het is het leukste vrijwilligerswerk wat er is. Want je kunt iedere dag een succes boeken. Ja. Nou, dat is niet overal zo. Goed, we moeten aan de slag met z'n allen. Hè? Dat Doe is... maar. Ja. Ja. Dankjewel, Polona Offerhaus. Prachtige schoenen aan. Oh, nou, dank. Ja, die neem ik dan ook nog even in ontvangst. Ja. En ik wil... jij mag blijven zitten, Rutger, maar ik wil Duncan Stutterheim heel hartelijk danken. Geef hem een warm applaus. Hij moet vanavond nog naar Jinek, dus misschien dat hij straks even heel rustig de zaal verlaat. Dan is dat niet omdat hij het heel saai vindt, maar dan weet u wat de reden is. En we gaan nu, voordat we naar de tweede tafel gaan, luisteren naar iemand die dichter is, die singer-songwriter is... En die is voor vanavond vooral op het thema diversiteit een tekst heeft uitgekozen die bij het thema past en die een mooie opmaat vormt voor het gesprek zometeen. Geef hem een warm applaus. Jurgen Gario. Welvaart. Zoals wij allemaal weten, de Gouden Eeuw is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Ik ben hier en niet daar. Ik ben hier en nimmer meer daar. Met mijn nieuwe naam, mijn nieuwe maan en onbetaalde baan. Hier leer ik zwijgen over mijn toekomst en zij leren praten met de zweep. Mijn rug is een alfabet van ongehoorzaamheid. De zon is mijn toeschouwer. Flora maken met mijn eerste moeder. Ik ben beeldhouwer. Psycholoog, orthopedagoog en één krachtige spier van hoop. Trots die ongeketend in vrijheid leeft. Mita perdonabo, pero mi no pelubida mi historia. Bono pe cambia semas. Vrijheid gekocht. Zij zien mij niet als mens. Want men kan niet zien wat het zelf niet is. Zo trachtte jij anderen gevangen te houden die vol zijn van wat jij nog steeds mist. Maar voldoening was niet te verkrijgen met een misdaad tegen de mensheid. Ook al werd ik geruild voor een verdienstelijke prijs. Mita perdonabo, pero mi no pelubida mi historia. Bono pe cambia semas. Als zoon van de Antillen heb ik een boekenkast vol met Nederland. En ben ik zelf het verzwegen bloed... In het zand, vervreemd van mijn eigen eiland. Geboren, getogen en één met de kennis. Ik ben de slaaf achter de gouden koets, die schoenen poetst, enkels en polsen, jeuken van de roest. Vanavond vertel ik de Nederlandse natie, mijn ziel is de hoeksteen van de Gouden Eeuw. Mijn rug is de brug tussen Afrika en Europa. Ik eis reparaties in de naam van Martina, Martes, Kirindongo, Filipa, Raefe, Onofra, Ignacia, Steben, Enriques, Seintje, Gietesen, Olianda, Yanga, Wanga, Arion, Martinez, Juliana, Cecilia, Margarita, Valencia, Bernardina, Petersen, Richardson, Joe, Louis, Zimmerman, Kova, Bigilia, Conrades, Boekhout, Antonia, Tomasa, Manuela, Tielman, Asjes, Hersilia, Pitanella, Celestine, Davela, Ortega, Jansen, Gijsberta, Hoi, Aniceta, Kleinmoedig, Clementia, Koeiman, Koiman, Pinedo, Feineter, Obispo, Carolina, Montrose, Sambo, Paulina, Balinteng, Anita, Elisabeth, Constantia, Vrutal, Albertus, Maria, Marta, Alberto, Matthäus, Felix, Cleofa, Dorang, Willem en veel meer. Mijn geschiedenis kan ik niet vergeten. De toekomst kunnen wij samen veranderen. Ik schenk u genade. Dank Jurgen, we horen je straks nog een keer. We gaan het hebben over democratisering en diversiteit. Twee onderwerpen die aan de ene kant misschien losstaan van elkaar, maar aan de andere kant juist in elkaars verlengde liggen, denk ik. Want de vraag is, hoe kunnen we iedereen in de stad mee laten doen, zeggenschap geven en met Amsterdammers die stad vormgeven? Dan is inclusiviteit een beter woord.
Ja, maar u bent wethouder democratisering en diversiteit. Ja, daar heb ik een beetje spijt van. Ja, nou ja, dan vervangen we het nu. Maar we gaan het erover hebben met Chris Aalbert. Hij is journalist, politicoloog en een kritisch volger van democratiseringspogingen van lokale overheden, waaronder Amsterdam. We gaan praten met Samira Bouchypti. Vroeger zat ze in de Raad voor de VVD. Nu is ze beleidsadviseur op het gebied van onderwijs, diversiteit en directeur van de VIP Academy. En tot slot Jerry Afrije, mensenrechtenactivist, dichter, maar ook erg betrokken bij stadsdeel Bijlmer en alle initiatieven die daar ontplooit worden. Daar weet hij heel veel van. Geef ze alle drie een warm applaus. Kies een mooie plek uit, zou ik zeggen. Je wordt ervoor gezorgd. Pak vooral water. Even kijken, nu ben ik allemaal mijn blaadje kwijt. Ja. Laten we beginnen met democratisering, want ik denk dat we van daaruit snel al op het andere thema uitkomen. Maar dan wil ik even beginnen met Chris en Rutger, vooral omdat we Chris gevraagd hebben om daar ook eens over na te denken. Misschien eerst, Rutger, als we het nou hebben over democratisering. We hebben het er eigenlijk al even kort over gehad, hè? Maar kun je toch nog even heel kort, want ik hoop dat uiteindelijk moet je dat toch de essentie daarvan kunnen raken. Wat is voor jou democratisering in het kort? Voor mij betekent dat dat we mensen meer zeggenschap geven over besluitvorming en hun directe leefomgeving. En wat betekent dat concreet het komende jaar? Dat betekent dat we wat mij betreft, ik wil dat niet van bovenaf helemaal afkondigen, dus met de stad in gesprek gaan. Wat dat dan zou moeten betekenen. Kijk, ik kan hele praktische dingen regelen als buurtrechten, buurtbudgetten, hè, waar buurten zelf gaan over besteding van. Ik kan regels aanpassen voor, om het bijvoorbeeld makkelijker maken referenda aan te vragen. Maar uiteindelijk denk ik dat het vooral ook gaat om het aanpassen van de ambtelijke organisatie. Ik was in Noord op bezoek. Daar willen de gemeente huizen bouwen. En buurtbewoners hadden zelf een plan gemaakt, wat misschien wel beter was dan het plan van de gemeente, met dezelfde hoeveelheid huizen en zelf dat gewoon ontworpen. Ik vind dat we veel te weinig vragen aan de samenleving. Hey, wat willen jullie eigenlijk binnen de kaders die je als gemeente stelt? Ja. En dan kijkt hoe je dat kunt doen. En ik denk dat mensen dat heel goed zelf kunnen, op een heleboel vlakken. Ja, helder. Chris? Je hebt gekeken naar de plannen die er nu zijn. Jij hoort ook vaak... Zoveel ligt er nog niet. Nou, zoveel ligt er niet, dus het was heel weinig werk. Maar de vraag was wat valt je daarbij op? Je maakt het wel heel groot, wat ik gedaan heb. Nee, maar wat valt je op, hè? Want je hoort natuurlijk vaker... In het collegeakkoord wordt een democratiseringsagenda aangekondigd. Die agenda kennen de raadsleden niet. Als je de tekst van het collegeakkoord goed leest, dan staat er eigenlijk dat de agenda een onderzoek is. En in de notitie over referenda van die is uitgesteld bij de gemeenteraad, maar goed, hij komt er bijna, hij wordt daar bijna besproken, wat staat daar nou? Daar staat iets van dat de weg naar de agenda nog bepaald moet worden. Dus er staat eigenlijk dat de weg naar de agenda, die eigenlijk een onderzoek is, moet worden. En dan gaan we een onderzoek doen en dan gaan we daarna. Dus je vraagt je af in welke fase wij van de democratisering van Amsterdam zijn. Ja. Ja. En als ik je zo proef wat je zegt, had dat een stukje verder gekund? Nou, ik zou graag iets zeggen over de stadsdeelcommissies, want die worden nooit genoemd, ook in de Bali niet. Tenminste, ik heb nog nooit gehoord. Laten we het daar zo even over hebben. Ik vind het belangrijkste, ik moet zeggen dat ik zou er graag één beeld uit willen halen. Ik heb 3 maanden de stadsdeelcommissie in Zuid mogen meemaken, de eerste 3 maanden van het bestaan. Leg nog even heel kort uit wat die bestuurslaag is dan. Het zegt ook heel veel dat ik dat moet uitleggen. Dus het is ook heel grappig, want dit is namelijk precies democratisch. Dit zou democratisering moeten zijn. Vroeger hadden we stadsdeelraden, die gingen ergens over. En nu heet dat stadsdeelcommissies. Daar zitten mensen in, ze zijn gekozen. Het waren daartussenin waren het bestuurscommissies, want het stond te verwarren. Is het elke keer de naam veranderd, nu heet het stadsdeelcommissies. En dat zijn eigenlijk adviesclubjes en het waren vroeger stadsdelen. Dan sta je met de bestuurscommissie, of nee, de stadsdeelcommissie in Zuid, sta je in het WTC bij een maquette van de Zuidas. Nou, ik vond het heel interessant, want ik kom elke dag op Zuid, hè, dus dan weet je van, oh ja, gebouwen. En dan, nou, en er stonden allemaal ambtenaren omheen, heel bereidwillig, hartstikke goede ambtenaren in Amsterdam.
Complimenten gingen uitleggen waar het Europese medicijnagentschap ging komen. En waar dan de sportvelden bleven. Nou, ik kan het zo allemaal, ik kan niet eens allemaal herhalen. Heel veel informatie. En aan het eind, nou, dat waren we 20 minuten verder. En toen stelde een van de jongens, waarvan ik de naam niet meer weet, de vraag: ja, en wat hebben wij hier nou precies mee te maken? Nou, toen begon iedereen eigenlijk een beetje zo te verzitten. Ja. Nou, de essentie was natuurlijk dat deze heren en dames allemaal een soort presentatie kregen over iets wat hun leefomgeving is. Namelijk heel dichtbij. Hè? Zouden ze invloed op moeten hebben. En daar hebben ze helemaal niks over te zeggen, want het is commercieel vastgoed, of er is een heel groot plan gemaakt. En ja, zij mogen wel iets zeggen over... Ik denk dat zij iets mogen zeggen over de bankjes op het Zuidplein. Ik denk dat dat ongeveer het niveau is waarop zich dit begeeft. En het is geen grap. Nou ja, maar wat daaronder ligt natuurlijk, hè? En dat... Nou, dit is wel echt wel wat te simpel. Even vind ik wel. Ik was geen voorstander van het vorige... Het college heeft dit stelsel ingevoerd, ik was daar geen voorstander van. En ik vind ook dat we moeten kijken hoe we met deze, hoe we de stadsdeelcommissie positie kunnen geven. Maar kijk, een agenda democratische vernieuwing die van de zomer klaar moet zijn, waar volgens mij heb ik die datum ook altijd gezegd. Het is weinig democratisch als je van bovenaf gaat zeggen wat democratie is. Dus wat ik steeds gezegd heb, en dat is ook wat ik zodra het... In het stadsbestuur is vastgesteld, stuur ik het naar je op. Wil doen met de stad. Je moet een democratische agenda volgens mij niet van bovenaf bepalen. Maar je moet kijken in de stad wat je daarin kunt doen. Ja. En ik denk dat er veel is. Ik denk dat je die zeggenschap echt centraal kunt stellen. En ik denk ook dat relevanter is. Ik denk dat je de participatieve democratie daarin een veel grotere rol kunt geven dan nu het geval is. Ja. Er is een onderzoek geweest, meerdere onderzoeken, maar waarin heel veel mensen ook aangaven, dit was dan het rapport van Brenninkmeijer, wat gebruikt is om die stadsdeelcommissies in te voeren. Nou ja, waarin denk ik je heel goed ziet dat de samenleving veel verder is dan de overheid wel eens denkt. Dat er allerlei initiatieven in de samenleving zijn die eigenlijk zeggen, overheid... Stap nou even weg. Stel nou even minder regels. Of geef ons nou een klein steuntje. En dan doen wij het zelf wel. Maar de vraag is natuurlijk die daaronder ligt. Is, kijk, en dan wil ik naar Jerry en Samira ook. Maar de vraag is natuurlijk, democratisering is leuk. Maar op welk punt steek je dat in? Zeg maar, op welk moment? Je kunt burgers... En ook wel, we hebben ook vragen gehad wel van mensen die mailden van ja, we hebben wel het gevoel inspraak te hebben. Of dat gevoel wordt ons gegeven, dus we mogen meepraten. Maar dan beslist uiteindelijk het college toch zelf. Want het is meer, we gaan dit doen en aan het eind wordt er nog even in een buurtcommissie getweet. Maar ik wil juist dat mensen van tevoren meebeslissen. Ik wil dat je, en dat moet je altijd binnen kaders doen, hè? Maar dat snappen mensen ook prima. Bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik gaf in Noord. Als jij van tevoren duidelijk aangeeft, bijvoorbeeld in een buurt... Wij willen zoveel huizen bouwen en die moeten aan deze voorwaarden voldoen. Ik vind dat je vanuit ook je legitimiteit als gekozen volksvertegenwoordiger... Ja. Volgens mij is het heel duidelijk waar mensen mij op gekozen hebben. Kan het niemand verbazen dat parkeertarieven in Amsterdam omhoog zijn gegaan? Ik bedoel, ja, even serieus, als je GroenLinks stemt, weet je dat? Dus er zijn allerlei dingen waarvan je volgens mij prima weet dat ze gebeuren. Maar hoe je dat dan doet en waar je dat doet... Volgens mij is dat heel erg iets wat je met de stad kunt bespreken. Ik vind echt dat er heel veel initiatieven in de stad zijn die dat ook gewoon laten zien. Jerry, hoe luister jij hiernaar? De wethouder zegt duidelijk, wij moeten dat niet van bovenaf op gaan leggen. Dat moet vanuit Amsterdam zelf komen, die democratiseringsslag. Ja, voor mij maakt eigenlijk niet uit of het van boven of van onder komt, zolang het maar eerlijk is. En als we kijken naar de stadsdeelcommissies, is helemaal oneerlijk, want er zijn gewoon politieke partijen. Want eigenlijk zijn de bedoeling was dat mensen uit de wijken zouden bij elkaar komen. En zij zouden dan een soort input hebben op het beleid, lokale beleid. En vervolgens, volgens mij kort voor de verkiezingen, hebben ze dat gewoon aangepast. Zodat, zodat gevestigde partijen mee kon doen. Dus wat je dan krijgt, is dat lokale bewoners zijn weggestemd. Dus nu heb je gewoon eigenlijk partijen, verlengstuk van Stopra. Ik was daar overigens niet voor, ik heb daar tegen gestemd. Dan is mijn vraag, ga je dan nu je inzetten zodat we bij de volgende verkiezingen geen één gevestigde partij mee gaat doen?
Nou ja, we gaan het over een jaar evalueren. En ik weet niet waarom gevestigde partijen... Nou, ik vind dat je je de vraag moet stellen of je überhaupt wel partijen wil. En of het dus niet veel meer... Misschien moet je wel. Gewoon alleen bewoners. Je mag voor mijn part... Maar mensen zijn toch ook bewoners? Je bent toch ook... Nee, nee maar goed. Ik, ben... nee, maar ik zou gewoon concreet vragen, omdat ik vind het heel belangrijk. Ik voelde gewoon me genaaid in mijn stadsdeel. En ik deed niet eens mee. En dat is gewoon... Ik denk dat we gewoon duidelijk taal moeten spreken. Je kan niet zeggen, we willen de kloof tussen Stopra en bewoners willen we dichten. En dan vervolgens, zo'n mooie kans ligt voor ons. En we verprusten het. En ik denk dat nu, moeten we niet wachten over een jaar. We weten het was fout. Het was fout voordat de verkiezing begon. En het was fout na de verkiezing. Dus wij moeten nu eigenlijk het vertrouwen weer zien te winnen van de bewoners. En dat kunnen we doen door te zeggen, oké. Partijen die meedoen en met die centrale verkiezingen, die mogen niet meedoen met stadsdeelcommissies. Dus dat is een hele duidelijke, ik help je nog, ik stuur de factuur nog, maar het is een hele duidelijke... Nee, maar dit is volgens mij niet waar het om gaat, want als je kijkt wat die stadsdeelcommissies dan mogen, dan is het dat ze alleen adviseren. En adviseren kan echt nuttig zijn, maar als andere mensen alleen mogen adviseren, dan ben ik daar niet tevreden over. Ik wil juist... ik was vrijdag in de K-buurt, had ik een gesprek met mensen uit de K-buurt. En je weet dat daar mensen heel erg actief zijn. Ik heb veel liever dat ik die mensen zelf laat beslissen over hun buurt. En daar geld bij zoek en met hen kijk welke regels anders moeten. Dan geef ik ze wat te zeggen. Dan beslissen ze mee. Maar goed, het is ook een gevoel van meebeslissen. Maar goed, het is ook een gevoel van representatie. Hè? Als je kijkt naar die stadsdeelcommissies. Dan zeg jij, hè, uiteindelijk heb je misschien daar toch uiteindelijk niet zo heel veel over te zeggen wat je wil. Maar misschien dat wel veel bewoners denken, ik heb in ieder geval een plek om het te organiseren. En als die partijen daarin zitten, dus in die zin is die vraag van Jerry natuurlijk wel relevant. Ik bedoel, ik kan niet praten voor Zuidoost, mensen uit Zuidoost, want ik kom daar vandaan. En als ik vanuit Zuidoost, alle mensen die ik spreek op straat zeggen, ja, ten eerste weten mensen niet eens wat... die hele stadsdeelcommissies inhoudt. En ten tweede, ik denk dat het echt belangrijk is als mensen aangeven, dit vinden we belangrijk, en u zegt, u bent voor democratisering. Dat houdt ook in dat u soms dingen mee moet gaan met dingen die u misschien niet voor u vanzelfsprekend is. Maar op dit gebied kan ik zeggen, wij hebben gewoon geen zeggenschap. Maar vervolgens horen we overal, het is status van ons allen. Maar van wie is die stad? Ja. Ja, maar daarom probeer ik juist het weg te halen bij alleen te adviseren en die zeggenschap terug te leggen in buurt. Maar kunnen we niet ergens beginnen door stadsdeelcommissies gewoon naar de buurt te brengen? Ook als het advies... Laatste keer, dit is gewoon wel lastig. Want zelfs als ik het zou willen, zijn er gewoon vanuit de Rijksoverheid, kunnen we daar geen bevoegdheden naartoe sturen. Even, dat vind ik niet leuk, daar baal ik van. Nogmaals, ik heb hier echt tegen gevochten. Maar de Rijksoverheid heeft gewoon gezorgd dat die stadsdeelcommissies geen macht meer hebben. En dat kun je leuk vinden of niet. Ik ben daar niet blij mee. Ik heb zelf altijd in stadsdelen gezeten waar je wat te zeggen had. En dat vond ik heel goed, waar alleen ook echt buurtpartijen zaten. Dat vind ik heel goed. Dus volgens mij moeten we zoeken naar een andere manier, in die zin een radicalere manier, waarin je mensen meer zeggenschap geeft buiten die adviescommissies. Die 500 en ik vind wat en brood hebt u toch ook niet gewacht op de Rijk? Je hebt ook niet gewacht op de overheid. Amsterdam is koppig. Ja. En als we koppig moeten zijn, dan gaan we opeens kieskeurig doen. Okay. Dat kan gewoon niet. Nee. Ik bedoel, ik zou het echt willen. Maar goed, volgens mij, dat is helder. Maar ik wil even naar Samira Bouchypti toe. Want het mooie is dat jij veel ervaring hebt, zowel in de raad als raadslid, in de Tweede Kamer. Maar ook daarbuiten als zo'n adviseur die dingen in beweging wil zetten en in beweging wil krijgen. Als we nou Rutger horen zeggen dat we op andere manieren misschien wat radicaler die democratisering vorm moeten geven. Waar denk jij dan aan? Het hoeft niet eens, Rutger, radicaler. Het is inderdaad, en daar sluit ik me echt bij aan, om mensen in wijken en buurten... En dan die commissies die adviseren, maar zoals je met de heer Stutterheim ook zei, van bovenaf met bedrijven, instellingen, vragen, wat kunnen jullie concreet voor mij betekenen? Dan moet je ook die buurten en wijken ingaan. Buurten organiseren. Eerste deel van de tafel hebben we het gehad over werkloosheid en of het goed gaat of slecht. Maar ik kom in een stad en ik geloof echt in de kracht van de samenleving. Er lopen zoveel mensen rond. Je ziet dat bijvoorbeeld, en daar kwam jij ook mee, Duncan. Je ziet dat
bijvoorbeeld in het onderwijs dat ouders zeggen, ik wil geen witte school, ik wil geen zwarte school, ik wil een school en ik wil een goede school. En ik wil dat onze kinderen samen, dat kun je ook doen op groen. In mijn wijk bijvoorbeeld hebben mensen gezegd, nou ja, laten we samen een initiatief indienen, ook bij de gemeente, en kijken wat we op het gebied van groen kunnen doen. Mensen, inderdaad, democratisering is niet alleen, ik heb zoveel de afgelopen jaren niet, maar daarvoor zeker, inspraakavonden. Mensen zijn teleurgesteld geraakt, inderdaad, want ze komen pas als de gemeente iets bijna heeft besloten. Maar als je in het proces daarvoor al mensen inspraak, en dat kan tegenwoordig technisch heel erg goed. Tuurlijk. Dat kan en dat is echt te organiseren. Maar dan moeten we niet alleen maar de mensen die vanzelfsprekend en altijd al reageren, maar juist die mensen die niet zo vaak gehoord en gezien worden, juist die ook mobiliseren. Want dat valt me wel op in de stad, ook op bijeenkomsten, ook als je in wijken en buurten, je moet juist dat wijgevoel groter maken. Het zijn dezelfde de mensen die actief zijn, en dan valt er iemand weg en dan valt het uit elkaar. Wat belangrijk is, is dat je dat wijgevoel in die buurten, in die wijken, vergroot. Ja. En daarvoor heb je dus wel, want ik ben wel voor die vrijheid van mensen dat zelf moeten doen. Dat kun je eventueel faciliteren. Randvoorwaarden, die kun je dan ook erbij bedenken. Maar mensen moeten het zelf doen en dat wijgevoel, dat moet echt groter. Ja, maar die inclusiviteit van participatie, dat is natuurlijk echt een enorm punt. Want dat is natuurlijk gewoon, participatie is natuurlijk niet inclusief. En overigens vind ik niet dat je je moet ook niet negatief doen over heel veel mensen die zich heel erg bemoeien. Hè. Duitsers noemen dat de Zeitadel, mensen die te veel tijd hebben en zich overal mee bemoeien. Maar dat is natuurlijk ook een manier waarop mensen geëngageerd zijn en betrokken zijn. Dus dat vind ik heel positief. Maar ik denk wel dat, nou ja, er zijn heel veel mensen in deze stad die zoveel andere dingen aan hun hoofd hebben. Die niet komen op een klassieke inspraakavond die op dinsdagmiddag is georganiseerd. Nee, Chris? Ja, maar dat is dus wat ik bedoel. Ik ben een werkende, fulltime werkende, alleenstaande moeder. Inderdaad, ik heb ook niet alle tijd om me tegen dingen aan te bemoeien. Die tijd is maar beperkt. Maar als je een aantal periodes in het jaar van tevoren, dus niet een week of twee, maar van tevoren in het jaar op thema's, waar je jong en oud, over inclusie gesproken, we gaan niet weer in hokjes denken. Gewoon groepen mensen, jong, oud, bij elkaar, op thema's in het jaar, waarop ik bijvoorbeeld me kan inschrijven, waar ik op welke manier dan ook bijdrage Of laten we mensen gaan loten en ze misschien belonen als ze daar een bijdrage aan Is dat iets wat je serieus overweegt? Jazeker. Komt dat volgende week? Wat, maar wat is loten en belonen? Wat bedoel maar je zou kunnen zeggen, als je vindt dat het ingewikkeld is om een goede afspiegeling te hebben, waarom zou je dan niet kunnen loten? Ik vind loten best interessant om gewoon. Ja. En dan is de vraag, als voor mensen dan een belemmering is dat ze op een bepaald tijdstip niet kunnen of dat ze er vrij voor moeten nemen, vind ik dat je er best over na kunt denken. Maar is dat iets waar jullie nu over discussiëren in het college? Zeker. Chris, misschien om dit onderwerp dan van democratisering even af te kaarten. Is er iets waarvan jij zegt, want we hebben het nu veel natuurlijk over op welk moment betrek je mensen erbij? Ik hoor mensen zeggen, ja, zo'n inspraakavondje is leuk, maar dat is vaak aan het einde. En dan is er al veel in kaart gezet en dat bevestigt niet het gevoel dat je enorm veel te zeggen hebt. Maar kijk, wat het pleidooi zou niet moeten zijn om meer te participeren of de participatie aan te moedigen of iets in die geest. Het is een heel moderne manier van over politiek praten. Wat je moet doen is, je moet mensen een realistisch beeld geven van wat de politiek vermag. Dus wat Rutger er net zei, dat spreekt mij heel erg aan. De mensen in Je kijkt Amsterdam, er wel heel moeilijk bij. Ja, kijk, heel moeilijk, expres heel moeilijk bij, want ik ook op je gestemd. Daar ben ik heel ontevreden over. Moeten we niet doen alsof het heel gek is dat nu we GroenLinks aan de macht hebben, dat GroenLinks iets probeert te doen voor ook ongedocumenteerden, en dat GroenLinks iets doet aan de parkeertarieven, en dat GroenLinks iets wil voor... Je bedoelt, voor de grote aardig. Lijn is door dat, de stemmen de grote, uitgezet. Dat is toch, daar moeten we niet hypocriet over doen. Maar wees dan ook eerlijk over wat die participatie vermag. En wat ik toch heel moeilijk vind hierbij is dat het helemaal niet duidelijk is waar het nou precies over gaat. In het collegeakkoord staat letterlijk ongeveer, de mensen hebben vaak betere ideeën dan het bestuur. Nou, ik vind nogal een uitspraak.
ik zou hem niet doen. Want volgens mij hebben een hele hoop mensen hele stomme ideeën. Je kan zo ontzettend veel mensen zoeken die stomme ideeën hebben. Niet hier hoor, nu. Nee, hier niet. Nee, nee. Er staat minstens net zulke goede ideeën, dat staat er zijn mensen met stomme ideeën, er zijn mensen met onwenselijke ideeën, met ondemocratische ideeën, met onhaalbare ideeën. Heel veel dingen zijn überhaupt niet haalbaar. Er zijn ongetwijfeld mensen die willen, die willen dat Slotervaart weer opengaat. Er zijn mensen die goedkope huurwoningen willen. Ik bedoel, een hele lange lijst. Dus wat is dan precies wat je dan wil? En hebben we het toch als... Ja, maar dan moet je dus kaders aangeven. Maak het af, kort. Dan gaat het over hele kleine dingen. Namelijk over buurtinitiatieven, waar ik niet negatief over wil doen. Maar dat gaat niet over de grote lijn. De grote lijn wordt door jou bepaald, wordt niet door die stadsdeelcommissie bepaald. En dat moet je gewoon tegen mensen zeggen. En als ze jouw beleidsreservatie moet, zie wegstemmen. Volgens mij zeg ik dat ook. Dat zal ik ook altijd blijven doen. Laat ik een voorbeeld geven. Mijn collega Marieke van Doornik, die heeft vorige week ook een plan gelanceerd over een routekaart energie neutraal. Want dat we dat gaan doen, ja. Maar natuurlijk moeten we wel met de stad gaan praten. En hoe doe je dat dan precies? En je moet altijd, vind ik, kaders aangeven wat kan of niet. Het voorbeeld dat ik gaf uit Noord. Of het nou leuk vindt of niet, deze stad groeit. We moeten bijbouwen. Ja. Ik vind ook nog dat we betaalbaar moeten bijbouwen. Ja. Dus volgens mij kun je prima kader aangeven. Dit is het financiële kader. We willen zoveel huizen. Die moeten deze duurzaamheidseisen hebben. Maar waar ze en hoe ze precies in een wijk komen, ik vind dat best een groot ding om over te besluiten. Okay. We gaan Havenstad bouwen. We gaan heel Haarlem bijbouwen. Hè. Ik vind dat de rest van Amsterdam daar best iets over mag zeggen. We gaan naar het onderwerp wat in het verlengde ligt, denk ik. Diversiteit. Want als we het hebben over wie er meepraat, daar refereerde jij ook al aan. Wie betrek je daar dan bij? Hoe krijg je de hele stad aan het praten? Misschien dezelfde vraag even in het kort. Als we het hebben over diversiteit. Wat is dat dan voor jou? Wat is jouw taak als wethouder diversiteit? Ik vind dat het mijn taak is om steeds het gesprek te voeren over wat het betekent om met elkaar samen te leven in Amsterdam. In een van de eerste weken van mijn wethouderschap vond ik twee vrij aardige gegevens. Misschien drie, hè. Er is eigenlijk geen dominante groep meer. Witte mensen hebben de minste interethnische contacten. En alle groepen in Amsterdam voelen zich heel erg verbonden met de stad. Meer nog dan met de natiestaat. Dat betekent volgens mij dat je, hoe je dat gaat doen met al die culturen en al die verschillende mensen en al die gezindten, hoe wij met elkaar gaan samenleven, dat moet iets van ons allemaal zijn. En dat betekent iets over je kansen op goede opleiding, dat betekent iets voor onderwijs, betekent iets voor werk, betekent iets voor representatie. Maar de vraag is uiteindelijk, hoe gaan we op de langere termijn zorgen dat het hier nog een lieve stad blijft, en dat we elkaar de hersens niet inslaan. En dat we zorgen dat uiteindelijk iedereen daarin mee kan. Dan kun je moeilijk kijken, Chris. Maar dat beschouw ik als mijn opdracht. Niet meteen de hersens in. Dat valt ook wel even. Maar ik wil het toch nog iets specifieker maken. Wat doet... want als je het hebt over kansengelijkheid in het onderwijs, dat ligt natuurlijk ook gewoon bij de verschillende portefeuilles. Zeker. Dus wat is dan de taak van de wethouder diversiteit? Is dat de grote lijn uitzetten en het verhaal vertellen? Nou ja, in mijn geval is het ook een programma over arbeidsmarktdiscriminatie bijvoorbeeld. Dat raakt natuurlijk ook aan andere portefeuille die je... Maar het betekent ook normstellend zijn. Normstellend? Je uitspreken op het moment dat er een onthoofde pop ligt bij een moskee. Je uitspreken op het moment dat er mensen die voor aanpassing van Zwarte Piet zijn worden belaagd. En je uitspreken op het moment dat gereformeerde fundamentalisten rare dingen roepen over mensen met een andere seksuele oriëntatie. Ik wil Jerry het woord geven, maar laten we eerst dan even kijken naar een voorbeeld waarvan ik denk dat jij vindt dat je daar die normstellende taak misschien hebt opgepakt. Het is een speech die je hield bij de Black Achievement Month, stukje. Als we, en ook in Amsterdam, als we de ongedeelde verbonden stad, die kunnen we alleen zijn als we verder kijken dan onze eigen bubbel. Als we kennis nemen van elkaars werelden, van culturen, geschiedenissen, mijlpalen en ook leed en verdriet. En in die zin is het ook dat ik met enige trots zeg dat we als gemeente Amsterdam daar natuurlijk ook mee bezig zijn. Want de waarde van de veelzijdige zwarte gemeenschap in Nederland en zeker ook in Amsterdam
is ook alleen te begrijpen in het perspectief van die permanente strijd tegen slavernij, geweld, uitbuiting, racisme, vroeger, maar ook vandaag. Jerry, als we het nu hebben over diversiteit en het verhaal wat de wethouder nu vertelt en ook daar vertelt, welke taak of wat verwacht jij van de gemeente daarin, waarvan jij zegt daar moeten we mee aan de slag? Als ik aan diversiteit denk, denk ik dat we gewoon niet langer geld moeten weggooien. Ik ben echt van mening dat wij, als het over diversiteit gaat, dat wij echt een beetje ontwikkelingsgeld wat we doen. En ik zal uitleggen. Ik ben ervoor dat wij gewoon 50 jaar vooruit kijken. En 50 jaar visie uitzetten. En alle partijen, dus je hebt bijvoorbeeld in sommige wijken heb je misschien 15 zelfde initiatieven. Zij krijgen allemaal geld en ze doen wat. En dat zijn, ik noem ze die wegvinkjes organisaties. En ze hebben foto's, ze hebben bewijs van. Ze kunnen materiaal aanleveren dat ze wel hebben uitgevoerd. En ze hebben dat geld ook verbruikt. Maar de buurt heeft helemaal niets aan. En ik denk dat wij gewoon moeten met z'n allen zeggen, oké, wij gaan een huis bouwen. En het huis dat we gaan bouwen, als 15 bedrijven zijn die, of organisaties die schilder zijn, zij gaan dat voor zorgen en we verdelen onder hun. Maar dat is jullie verantwoordelijkheid. Dus als straks het huis af is het is niet geschilderd, dat betekent we kijken bij jullie. Er is gewoon geen verantwoordelijkheid en ik mis duurzaamheid. Ik zou juist willen dat de stad zegt, oké, wij hebben, ik zeg maar wat, we hebben 1 miljoen. Van die miljoen dat we hebben, we willen dat al deze organisaties die beroep op willen doen, samen gaan zitten en een visie gaan uitwerken met z'n allen. Dat zij zeggen, als dat geld op is, dit is wat we hebben gepresteerd, dit is wat is belangrijk voor de stad. Ik denk dat we zoveel verder komen en dat we daar meer waarde aan hebben dan die diversiteitprojectjes die mensen doen, die ons niet verder brengen. Dus in die zin geef je een extra taak aan de wethouder, organisatie, zit in de organisatie. Precies, en al die mensen die losjes van elkaar zitten, hier is geld, je wil beroep op doen, je moet samenwerken. Kan je niet samenwerken, ga ergens anders je geld zoeken. Want als je van ons geld, als je gebruik wil maken van geld van de stad, dan moet je ook voor de stad zijn. En niet alleen voor je eigen portemonnee of je hypotheek af te betalen. Ja, Samira? Nou ja, wat dat betreft, als Jerry hiermee bedoelt dat het met een stofkam door die gesubsidieerde instellingen, als het op het gebied van projecten, op het gebied van diversiteit. Prima, daar zijn we het mee eens. Wat me wel opvalt inderdaad, dat we moeten waken dat er weer dezelfde mensen op die bijeenkomsten zijn. Diversiteitsbijeenkomsten, dat is één. En twee, mensen mogen wel wat meer samenwerken. Als we dan toch democratisch bezig zijn. Ik vind het jammer dat als het om Amsterdammers gaat, dat het dan vaak de Marokkaanse vrouwen, de Marokkaanse Amsterdamse vrouwen in een hoek. En dan heb je de Turks Amsterdamse en de Surinaamse Hindoestaanse. Ik zou willen dat het gewoon om de vrouwelijke Amsterdamse gaat, als ze iets voor vrouwen doen. Daar pleit ik voor en daar pleit ik al heel langer voor, heel veel langer voor. Dus in die zin ben je enthousiast over het plan van burgemeester Halsema om een groot vrouwen sisterhood op te bouwen? Die precies. Eerste bijeenkomst is al geweest overigens, ik was daar ook. Ik denk dat bij de sisterhood bijeenkomst? Ja, ik was een van de weinige mannen mocht daarbij zijn. Ja, ik wou wel zeggen, daar heb jij je weer in gewurmd. Ja, zeker. Ik kan het hier natuurlijk alleen maar mee eens zijn. Omdat ik ook denk, en dat is nou juist wat ik bedoel. Hè, als je, Jerry zegt 50 jaar, laten we misschien het 750-jarige bestaan van Amsterdam, vind ik ook een aardig eikpunt. Volgens mij is die samenwerking, is dat wat we heel erg nodig hebben. Want inderdaad, die verkokering, die klassieke verkokering, die kan op sommige punten best functioneel zijn. Om te weten wat er in een bepaalde gemeenschap leeft. Maar uiteindelijk moet je dat, denk ik, in gezamenlijkheid doen. Ja, waar ik me wel, Rutger, zorgen over maak. Ik kom op veel scholen. Ik heb een programma ontwikkeld, VIP-programma. Dat gaat over vrijheid, identiteit en polarisatie. Mm-hmm. Dat bespreken we in de klas, in wijken, in buurten. Gewoon echt stadsbreed. Waar ik me wel zorgen over maak, als we dan toch even terugkomen, mooi hoor, programma over 50 jaar, maar ik heb te maken met studenten, met kinderen, met leerlingen die in het nu leven. Inderdaad, wij zijn Amsterdammers, dat zeggen ze dan ook, maar dat wij is wel heel erg verkokerd. Dat wij is wel hun eigen bubbel.
Of wij, hè, en dan hun eigen witte bubbel. Of wij, en dan islamitisch en dan Marokkaans-islamitisch. Of wij, en dan is het Amsterdams en Turks-islamitisch. Hè, en ja, dat is het punt dat, dat je net ook maakt. Die groepen komen elkaar niet tegen. Deze mensen, je hebt sommige jongeren in het van 0 tot 12, 13, kinderen die het Nieuw-West niet uitkomen. Hè, of Zuidoost niet uitkomen. Hè, dus als we het over diversiteit hebben. He, dat je mensen letterlijk, vooral ook jongeren, en dat red je echt niet met subsidie van het Rijk. En hier, je mag één keer naar het Rijksmuseum. Daar red je het echt niet mee. Dat moet, nee maar echt, dat moet die interactie. Als, nee, maar als ik nou hier een VVD'er voor radicale herverdeling van welvaart hoort pleiten, dan jaag ik dat toe. Nee, dat daar. Maar dit is te makkelijk. Nee, want dit is, maar dit is ook een geldkwestie. Nee. Want dat is het wel. Wat voor geldkwestie? Het is een culturele kwestie, maar het is ook een geldkwestie. Wat is een geldkwestie? Je zegt niet alleen. Subsidie. Het gaat natuurlijk ook om dat er groepen zijn. Ja. En het is niet alleen groepen met een migratieachtergrond. Nee, dat zijn ook groepen wit in Noord. Absoluut. Het is misschien wel meer een klasse-ding. Dat er heel veel mensen zijn die om wat voor reden dan ook echt bezig zijn met overleven. En gewoon helemaal niet de mogelijkheid hebben om eigenlijk onderdeel te zijn van deze stad. Als jij het zegt, mensen die de stad, die hun stadsdeel niet uitkomen. Nou ja, dan weet ik, dan heb ik daar een aardig beeld van wie dat zijn. En dan heeft het ook gewoon te maken met de groeiende sociaal-economische ongelijkheid in dit land. Ja. Dus het is niet in die zin niet alleen iets wat je met diversiteit oplost. Het is natuurlijk een veel breder ding. Maar ja, ik vind wel dat we. Dat iets is wat we met elkaar zullen moeten definiëren. Maar goed, dan is dus het gevaar, wat Jerry net tussendoor zei, die riep, het risico is dat het vrijblijvend wordt. Het is vrijblijvend. En allereerst, als ik zeg 50 jaar, is het niet zo dat we over 50 jaar pas wat gaan doen. Als je naar school gaat, haal je diploma pas over 4 jaar, 6 jaar, maar elke dag ga je naar school. Dus dat betekent, we werken naartoe. En we moeten ook niet blijven staan van welke college het gaat doen, maar eigenlijk moeten we zeggen, komende 50 jaar, we gaan met z'n allen doen. En als ik vrijblijvend, kijk, dat is waar het mij over gaat. Het moet niet vrijblijvend zijn. Het blijft wel zo zonder verantwoordelijkheid. Als wij mensen niet zeggen, hier is geld, subsidie, pot, maar je kan alleen gebruik van maken als je samen gaat werken. Dus je hebt niet meer die toko voor jezelf. Die toko gaan we delen. Want hoe kunnen we samenwerken als je als vrijblijvend is dat je kan gewoon beroep doen op het geld? Want dat is jullie kracht, wat jullie hebben. En wat is het geld die. Ik weet, als je subsidie aanvraagt, krijg je hele rits regels waar je aan moet voldoen. Dus waarom zou je daar niet ook een regel bij zetten? Kom minimaal nog beter. Gemeente heeft veel beter zicht op wie subsidie aanvraagt. Breng dat in kaart. Welke mensen bijvoorbeeld subsidie aanvragen om tegels aan te leggen. En breng al die groepen bij elkaar en zeggen, jullie gaan een visie uitwerken hoe wij dit gezamenlijk, hoe jullie gezamenlijk dit kunnen doen. En iedereen krijgt een beetje geld om zijn rol te vervullen. Dus je maakt ze niet, je sluit ze niet uit. Je sluit ze juist in, alleen nu met verantwoordelijkheid. Ja. Ik wil naar Christen, maar nog even een reactie van. Oh nee, maar ik ben hier op zich niet tegen. Maar volgens mij is er wel meer nodig in deze stad dan de subsidiepartners te dwingen samen te werken. Ik denk dat dat belangrijk is. Maar volgens mij is er wel meer nodig. Volgens mij is er ook nodig dat je inderdaad als overheid een norm stelt. En dat je die norm ook bijvoorbeeld in je eigen organisatie stelt. En dat je, waar we het net met Duncan ook al even over hadden, dat je dus ook op een andere manier kijkt naar hoe posities verdeeld zijn. Uiteindelijk gaat het ook gewoon over maatschappelijke posities en over representatie. Maar heb jij dan twee keer. Ga je daar wat aan doen, bijvoorbeeld wat de besturen, hè? Bijvoorbeeld het onderwijs, de besturen? Nee, ik wil beginnen bij de gemeente, want daar gaan we over. Dus maar ik wil bij de gemeente. Heb beginnen. Jij dan twee keer nagedacht, want ik kan me toch voorstellen dat mensen het af en toe tegen je zeggen, vandaar dat ik het vraag, dat jij dan als witte man wethouder diversiteit bent? Nee, maar als je het hebt over de plekken en de posities. Nee, maar ik gebruik Rutgers woorden en vraag dat hem dan. Is dat iets waarvan je. Nee, zeker heb ik erover nagedacht. Maar ik heb daar wel scherpe opvattingen over. En ik wilde het graag doen. Maar ja, het zou. Ik wil ook wethouder vrouwen. Ja. Maar wij hebben. Wethouder vrouwenzaken wil ik ook wel doen. Ja. Ik heb ook scherpe meningen erover. Ja, maar. Daar ga ik gelukkig ook over, over vrouwenemancipatie. Nee, ja, maar de vraag was of we dit nou bij. We hebben een college met in meerderheid vrouwen. Zeker. Met één iemand met een migratieachtergrond.
hadden we het bij iemand met een migratieachtergrond belegd. Wat was dat dan beter geweest? Ja. Even serieus. Ik vind het van niet, het moet toch niet uitmaken of het bij mij als witte man ligt of bij iemand met een migratieachtergrond. Ik kan uitleggen waarom. Volgens mij is het belangrijker dat wij in het college, en nu hebben we één iemand met een migratieachtergrond. Ik vind het belangrijker dat we in topposities van de gemeente een weerspiegeling zijn van de diversiteit van de stad. En even, als het alleen maar, als diversiteitsbeleid alleen maar goed gedaan kan worden door mensen met een migratieachtergrond, dan hebben we echt een groot probleem. Ja. Nou, als ik iets daarop mag zeggen, op het moment dat ik vrouwenrechten ga vertegenwoordigen, moet ik hun levenservaring kunnen voelen. En als ik dat niet voel, ook al ik kan wel pragmatisch gaan denken, ik kan wel zeggen ik ben een man en feminist, maar toch gaat het om de mensen die dagelijks ondervinden. En soms in het leven, als je op een punt staat waar je ziet, je bent op dit punt gekomen en het is niet op de goede manier, dan moet je soms een stap terugnemen. Dat houdt in dat je voor nu wel mensen daar nodig hebt die ervaring kunnen verwoorden, die kunnen vertalen. Maar goed, en ik zeg niet dat jij vindt dat een witte man geen diversiteitswethouder kan zijn? In de toekomst wel, maar op dit moment vind ik wel een probleem. Maar in die zin ben jij wel tevreden, want dat is de andere kant waar Rutger op wijst. Het college is een andere... Ik ben zeker tevreden met het college. Ik ben ook zeker tevreden met Rutger, maar als wij het beestje bij de naam gaan noemen, dan ga ik wel dat doen. En het is niet, ik denk dat Rutger gewoon een van de mensen zijn die ook afgelopen jaren heeft laten zien dat hij echt voor die inclusie is waar we naar streven in Amsterdam. Maar tegelijkertijd, ik ga scherp blijven. En ik vind het belangrijk, omdat wij moeten met elkaar doen. En ik mag nu wel hier zitten. Ik verwacht ook niet minder van jou. Ik mag wel nu hier zitten. Er zijn velen die hier niet kunnen zitten. En ik weet dat heel veel mensen nog scherper die dingen kunnen verwoorden dan ik. En daar moeten we naartoe gaan. Dat de juiste mensen aan tafel zitten met de samenstelling die Amsterdam verdient. Ik wil als laatste misschien nog even, Chris, als we het hebben over dat thema wat hieronder lag. Hoe krijg je die stad nou mee? Is wel erg veel vertrouwen in beleid, gemeenten, instituties, subsidiepotjes en heel weinig op de autonome maatschappelijke ontwikkeling. Ik zou zeggen, ik werk anderhalve dag per week op een school die volgens mij het meest multicultureel is van ongeveer heel Nederland, alleen niet in Amsterdam, Haagse Hogeschool. Weet je, sorry, maar ik heb vandaag 30 mensen assessment afgenomen. Daarvan, we hebben alle kleuren en alle achtergronden van de regenboog. En die zijn er al. En die zijn zich aan het opwerken. En ze zullen niet allemaal succesvol worden. Ze zullen niet allemaal op een hele hoge positie terechtkomen. Maar dat gebeurt gewoon. En het gebeurt alleen maar door gewoon dat wij op die hogeschool ons werk goed doen. En dat de hogeschool daar ook extra aandacht aan besteedt. En ik denk dat onderwijs daarom ook heel belangrijk is. Ik bedoel, de Haagse Hogeschool steekt heel veel geld in wereldburgerschap. Ik vind dat een beetje overdreven, maar ik vind op zich dat het goed dat ze daar iets aan doen. We hebben een autonoom maatschappelijk debat. Ook door jou aangezwengeld. Ook door Sylvana aangezwengeld. Vind ik botst de hele tijd hartstikke nuttig. Er gebeuren heel veel dingen. Wat is nou, ik vraag me de hele tijd af. Ik vind dat best een positieve noot voor jou dan dat jij zegt, dat gebeurt al lang. Ik ben er helemaal niet zo vreselijk negatief over dit onderwerp. Ik bedoel, ik snap wel dat er gemeenschappen zijn die heel erg gesloten zijn. Maar je kunt natuurlijk toch niet, als je, ik zeg het een beetje, ik zeg het waarschijnlijk een beetje incorrect plat. Maar als allemaal Turkse vrouwen bij elkaar in een vereniging willen zitten en die hebben geen zin om met de Marokkaanse vrouwen op dit moment, als ze dat niet uit zichzelf willen, dan is het wel heel moeilijk om dat bij elkaar te krijgen. Dus je zult toch moeten beginnen bij de groepen die daar gewoon, die dat al doen, of die daar iets, die het doen. Nee, maar ik heb dat vertrouwen ook wel. Ja. Kom op. Ja. Nee, maar tenslotte, Rutger, dan gaan we een vraag uit de zaal. Amsterdamse gemeenteraad is hartstikke divers. Gaat dat niet goed? Nee, maar ik heb dat vertrouwen ook wel. Nee, maar er zijn wel dingen die me wel degelijk zorgen baren. Als het gaat over onderadvisering, als het gaat over werkgelegenheid, als het gaat over de gemeentelijke organisatie. En ik vind het, alle heil zal nooit alleen van de politiek komen. Gelukkig niet. Dus de samenleving doet daar dingen in. Maar ik vind dat je als politiek wel een verantwoordelijkheid hebt om verder te kijken, omdat het uiteindelijk gaat om deze stad. En ik vind dat je daar wel degelijk invloed op hebt. En de invloed die je hebt, die je ook aan moet wenden. En ambtenaren en de inclusie. Hoe ga je dat dan? Ga je dan op vrouwen, op etnische achtergrond? Hoe ben je dan die inclusieve? Daar ben ik dan wel echt benieuwd naar hoe je dat dan. Op verschillende niveaus is de gemeente een redelijk inclusieve organisatie. Maar ja, ik vind dat we dus moeten kijken of je misschien wel bij topposities met streefcijfers werkt bijvoorbeeld. Kortom helpt ook. Is dat iets wat ook volgende week in het
Ik probeer het rapport nu al een beetje... Het stond in het stuk waar je eerder naar verwees. Oh, ja. 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 Oké, goed. We gaan naar vragen uit de zaal. Het staat in het coalitieakkoord ook, hoor. Dus, zeg maar niet iets bijzonders. Nee. Nee, streefcijfers. Streefcijfers, ja. Nee. U had een vraag of misschien wel een opmerking. Gaat over democratisering. Je merkte net op, dat is eigenlijk niet meer aan de orde gekomen volgens mij, maar dat een van de grote uitdagingen is om de ambtelijke organisatie mee te krijgen in die democratiseringsslag. Kun je aangeven hoe je dat wil benaderen? Wat is je visie daarop? Goeie vraag. Iemand zegt dat zal niet. Dat is een beetje te negatief, want er zijn heel veel ambtenaren die dit heel erg graag willen en die dat heel goed kunnen. Nee, maar dat zal ook gewoon betekenen. Heel veel praten met ambtenaren, trainen en het ook hen laten ondervinden. En dus hen ook daar ook fouten in te laten maken. Hè. Ik bedoel, dat is wel wat het betekent. Maar het is dus dit is nou typisch iets waar je nooit een verkiezing op wint. Maar wat misschien wel het allerbelangrijkste is. Als het echt lukt om die ambtelijke organisatie op een andere manier met de stad te laten werken... dat vind ik heel erg belangrijk. En dat is dus gewoon ook lange adem. Ja, maar daar wil je wel echt een start mee gaan maken nu. Ja. Meer vragen? Ja. Oh. Ja. Ik ga eerst even en dan kom ik naar u. Ja? Oké. Ja. En ik zag daar ook een hand nog, daar kom ik ook naartoe. U had een vraag, ja. Ja, ik kom uit Noord en ik heb afgelopen jaar gemerkt, in het begin van het jaar, dat ineens een wethouder een aantal woningen zomaar een plan had. En lazen mensen in de krant, mijn woning gaat eraan. Meneer Van den Burg was dat. Dat is toch te gek om los te lopen? Meneer Van den Burg? Ja, dat was de vorige wethouder. Ja. Ik snap dat niet. En ik zou graag willen dat u, wat u zo mooi zegt, dat er inderdaad een participatieplan komt. Participatie is een werkwoord, hè? Participeren. Hoe? Bij de planvorming al en bij de besluitvorming, maar vooral de planvorming, de output of de input van de bevolking mee kan. Ja. Want nu... Weet je niks? Ik kan nu helemaal niet schrijven, want er is helemaal niks. Ik heb het Amsterdam NL proberen uit te wurmen. Nou, ik ben het niet tegengekomen. Ik heb die nota gelezen, die basisnota. Ja. Wat een jargon, Jezus. U zegt, Christus. U voelde zich overvallen, maar hoe kan men nou het begin meegenomen worden? En, ja. Nou ja, dit is precies volgens mij die ambtelijke verandering waar we het over hebben. In het coalitieakkoord hebben we iets opgeschreven over een participatieparagraaf. Ik vind dat we altijd van tevoren bij elk plan, of het nou gaat over woningbouw of iets anders, van tevoren heel duidelijk aan moeten geven wat zijn de kaders waarin mensen invloed hebben en meepraten over de planvorming. Dan zou het niet zo kunnen zijn, in ieder geval dat vind ik een schrikbeeld, dat je in de krant leest dat je huis afgebroken wordt. Ja. Mevrouw, ik kwam naar u. Ja. Oh, fijn, want ik had een bevestiging dat mijn vraag aan de beurs zou komen. Die had ik netjes vooraf ingediend. Oh, nou, dan is het goed dat u mij helpt herinneren. Ja. Heel fijn. Ja. Ik maak me zorgen, ik woon op het Zeeburgereiland. En we hebben relatief veel statushouders. Morgen is het open huis voor de voorschool. En ik ben bang dat ik daar alleen maar witte kindjes zie. Ik ben bang dat we een herhaling krijgen wat we in de 90 jaren hadden met de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap. Kindjes gaan pas op hun vierde naar school omdat het dan verplicht is. En dan hebben ze geen of een zeer beperkte woordenschat. En dan zijn ze 15 en dan krijgen ze geen stageplaats. Nee, ze hebben een enorme achterstand die ze nooit meer inhalen. Dat zou ik erg jammer vinden als dat nou zich gewoon weer voordoet. Lastig is ook nog dat die voorschool ineens een eigen bijdrage heeft. Ik weet dat Moorman in Den Haag dat neergelegd heeft, dat er weer uit moet. Daar is Asscher ook voor. Maar is er ook, net als dat je je prikken moet halen als baby, dat er ook een soort zachte drang is om mensen die kant op te sturen. Los even van die eigen bijdrage, want dat kunnen ze toch niet betalen. Ja. Maar die eigen bijdrage is daar wel een belangrijke in. Omdat we het zagen toen het kabinet die eigen bijdrage invoerde, dat juist in... stadsdelen waar dat relevant voor is, het gebruik van die voorschoolse educatie enorm afnam. Dus die eigen bijdrage is echt een belangrijk punt waar we in Amsterdam ook echt naar kijken hoe we kunnen zorgen dat die zo laag mogelijk of helemaal weg kan. Kijk, we kunnen de verplichte onderwijsleeftijd helaas ook niet in Amsterdam aanpassen. Maar dat is inderdaad ook door het zo goedkoop mogelijk te maken en mensen te stimuleren, iedereen te stimuleren, hè, want het is voor iedereen... dat is wat je kunt doen, dus dat is heel erg praten met mensen. Ja. Maar dat zou best eens kunnen dat dat beter... Ik weet gewoon niet hoe dat zit. Ja. Het zou best kunnen dat we daar nog meer op zouden kunnen investeren. Ik weet dat gewoon niet. Ik ga naar deze meneer en dan kom ik naar u. En dan zag ik nog een laatste vraag. Daar, ja.
Dag Rutger. De agenda democratisering had je het over. En je zei ja, in de zomer dan hebben we wat. Maar is dit niet juist een uitgelezen mogelijkheid om die agenda democratisering continu open. En dus niet open dicht, maar continu open in gesprek met de stad te gaan bouwen. Er zijn nu wel bijeenkomsten waarin, ik zeg maar even, een soort groep usual suspects daar dingen mee doen. Maar om die echt vanaf de bodem echt volledig open, dat ze bij wijze van spreken dagelijks de stopra in kunnen lopen om daar een bijdrage aan te leveren. Dus ja. Juist die agenda helemaal openmaken. Democratisering in de democratiseringsagenda. De planning is als volgt dat we volgens mij dat binnen een week of twee in het stadsbestuur is vastgesteld. En dan gaan we ook in buurten met mensen praten. Dus het is niet alleen het traject met de usual suspects. Het is juist ook op buurtniveau en samen met organisaties die misschien mensen die wat minder makkelijk naar dit soort bijeenkomsten komen, allemaal buurtgesprekken organiseren. En ik wil ook nog kijken of we met loting daar wat in kunnen doen. Ik wil echt wel iets rond de zomer hebben, want anders als ik hier dan over een jaar weer zitten, gaat Chris zeggen, ja, maar je hebt nog steeds geen agenda gemaakt. En daar voel ik me dan ook lullig bij. Maar ja. Dat niet een gesloten ding moet zijn. Hè? Ik bedoel, ik wil wel dat we ergens iets opleveren en waar we mee aan de slag kunnen. En dat we dat later weer aanpassen, dat het een levend document wordt. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Ja, ja. Ik ga toch even zo en dan kom ik bij de laatste vraag bij u. Oh, ja. Ja, les 1 is dat je de microfoon moet vasthouden. Vandaar dat ik even langs iedereen heen klauter. Ja, ik vroeg me af over diversiteit en sociale inclusie. Want we hebben het over mensen met een andere etnische achtergrond of seksen. Maar we hebben het de afgelopen tijd in Amsterdam zijn er ook veel culturele vrijplaatsen gesloten. En dat gaat natuurlijk ook over diversiteit en sociale inclusie. Mm-hmm. En dit is een hele groep mensen die zich niet meer het gevoel hebben dat ze hier een plek hebben in Amsterdam en krijgen. Ja. Hoe gaat u daarmee om? Nou ja, ik neem aan dat dit een vraag naar ADM is. Daar kunnen we kort en lang over praten. Ik vind het dood en dood zonde dat ADM weg is. Maar de rechter heeft ons echt geen andere keuze gegeven dan ADM te ontruimen. En natuurlijk is het heel ironisch dat juist een GroenLinks stadsbestuur, of waar, een stadsbestuur waar GroenLinks goed in vertegenwoordigd is. Terwijl wij altijd buitengewoon, met toch wel enige sympathie naar vrije plaatsen, rafelranden en krakers kijken, dat dit moest. Nou, de duurzame oplossing is de volgende. Wij hebben inderdaad een vervangende plek voor op de slipvelden. Is dat ideaal? Laat me dan even uitpraten. Dat is niet ideaal, wilde ik zeggen. Volgens mij hebben wethouder Touria Meliani en Marieke van Doornik, de een gaat over cultuur en de ander gaat over de grond, aangegeven om te kijken of die 2 jaar, of we daar een ruimte kunnen vinden binnen de stadsgrenzen. Voor inderdaad rafelranden en dit soort vrijplaatsen. Want dit soort vrijplaatsen zijn, en dat is ook geen nieuw standpunt, vind ik ook cruciaal voor de stad. Ja, ja, dus in die zin voelt zich er niet lekker over, maar was de rechter, geeft u aan, duidelijk. Nee, maar ja, ik bedoel even, een wethouder die moet zich op zich best aan de wet houden. Ja. Daar valt weinig. Ik had u de laatste vraag beloofd. Ja. Rutger, ik wil je graag een nota aan lokale media aanbieden. Oh. Want die democratisering, die komt tot stand als mensen kunnen leren hoe dat moet, democratisering. Dus als je nou die stadsdelen ingaat en die wijken en die moeilijke groepen opzoekt, neem een goede studio mee, dat jullie gelijkwaardig in beeld worden gebracht en dat we overal in Amsterdam kunnen zien wat je aan het doen bent. En dan neem je ook die ambtenaren mee en dan ga je co-creëren. De K-buurt, de H-buurt, G-buurt. De Lucas Community. En al die mensen die iets in die omgeving willen doen waar ze nu de ruimte niet voor krijgen. En dan krijgen ze die van jou wel. En dan gaan ze dat doen, worden ze gelukkig. En dat hele participatieverhaal komt dan tot stand in media ook. En dan kunnen allerlei andere mensen daarvan leren. Ja. En dat staat in dit boekje. Krijg je nu van me. Ja, nou. Ja, dank je. Dankjewel. Dankjewel. Nou, leeswerk. Zeker. Maar ja, op zich heb je een dikke pil gelukkig al uit. Niet zo dik. Ik heb vertrouwen in dat dat lukt.
Misschien tot slot, Rutger, dank. Volgens mij was het een mooie avond. Waar ben jij nou? Is er nog iets waarvan je zegt, dat hebben we nog niet genoemd, maar daar ben ik enorm enthousiast over en dat wil ik toch nog even noemen? Dit is wel een kutvraag. Nou ja, we kunnen ook stoppen. Ja, ik ben enthousiast over een heleboel dingen. Ja, maar, nee, maar... Ik ben enthousiast over het vooruitzicht dat we zo rode wijn gaan drinken. En geen witte. Geen witte. Ja, heel goed. Ik wil het panel heel hartelijk danken. Geef ze een warm applaus. Samira Bouchypti, Chris Albert, Jerry Avrien. Jullie mogen weer daar gaan zitten. Want, ja, en als laatste, maar hij stond erop. Geef me een warm applaus, ja. Onze wethouder van vanavond, Rutger Grootwassink. En voordat we vertrekken gaan we nog één keer luisteren naar Jurgen Gario die muziek voor ons zal maken. En dat geeft ons een mooi moment om nog eens even na te denken over de avond. En geef hem vooral een warm applaus, Jurgen Gario. Terwijl je daar zo zit, krijg je al deze verschillende meningen aan tafel natuurlijk om te horen. En dan denk ik, wat zal ik presenteren? Zal ik nog een stukje hoop meegeven of zal ik afscheid nemen? En ik denk dat soms dat misschien afscheid nemen juist hoop geeft. Dus dat is wat ik speel een liedje over afscheid. And when the sun sets and falls out of heaven, I live my life like a seven eye. I am the green that lasts. I don't grow too fast, I grow from the past. And when the sun sets and falls out of heaven, I live my life like a seven eye. I am the green that lasts. I don't grow too fast, I grow from the past or rise. Mutant in me, glitch in the system, anomaly. There's no right, there's love in war. So keep sleeping or dream some more. Come on, poets, pick up your swords and strike their hearts with every chord. We are heroes, born with rhymes, stuck in space, speaking signs. And when the sun sets and falls out of heaven, I live my life like a seven eye. I am the green that lasts. I don't grow too fast, I grow from the past. And when the sun sets and falls out of heaven, I live my life like a seven eye. I am the green that lasts. I don't grow too fast, I grow from the past. You're in the walls, you open doors. I see you in the windows, feel you in the floors. You're in the water, you're in my glass. Always present, shaping the past. You hold the mirror, you're in my eyes. I see you in the truth, I forgive your lies. Tear down the walls, open up the sky. I respect your reasons, this is goodbye. Jurgen Gario. Dankjewel voor een prachtig einde van de avond. We gaan met z'n allen een drankje doen aan de bar. Volgens mij hebben een aantal mensen wat met elkaar te bespreken. Aan het begin van de avond waren er wat connecties gemaakt.
Er rent al iemand achter Duncan aan, dus die haalt Jinek niet. Dat is dan jammer voor hem. Maar ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. Ik hoop jullie zo aan de bar te zien en anders een volgende keer hier. Op 25 februari is Sharon Dijksma hier. En dan gaan we het hebben over toegankelijkheid van de stad. Ik hoop je daar te zien. Nog een fijne avond en dank jullie wel.